Goedenavond allemaal. Welkom deze avond over voedselproductie en de rol van insecten daarin. Als het over voedsel gaat, dan hebben we daar allemaal ervaring mee. En dat voedsel van tijd tot tijd kan veranderen, dat weten we ook. Toen ik geboren werd, toen waren er nog geen champignons en nog geen paprika's op het menu in Nederland. Nu zijn die niet meer weg te denken. Wie weet dat dat ook met insecten gaat gebeuren, maar daar gaan we het vanavond met u over hebben. We hebben vanavond 4 specialisten om daar iets over te vertellen. En laat ik u kort een inleiding geven op wat we vanavond te verwachten hebben. Mijn naam is Marcel Dieke, hoogleraar entomologie in Wageningen en lid van de KNRW. We leven in een wereld waar heel veel meer mensen erbij komen. Toen ik geboren werd, toen zaten we nog niet aan de 3 miljard mensen. Nu zitten we al op 8 miljard mensen. Dat betekent ook dat we steeds meer voedsel nodig hebben om iedereen van voedsel te voorzien. En dan zou je denken, als je onze landbouwgronden ziet, dat is ruim voldoende. Daar zie je altijd heel veel voedsel op. Van alle landbouwgronden wordt ongeveer 70% gebruikt om vlees te produceren en 30% om onszelf mee te voeden. Dat wil zeggen dat we heel veel doen voor al het vee wat we hebben. En als je ook kijkt op de wereld naar hoeveel vee er is, dan is er qua biomassa meer vee op aarde dan dat er mensen op aarde zijn. Kortom, onze vleesproductie heeft een enorme invloed op wat we eten. Dan kun je zeggen, dan als er veel meer mensen op aarde komen, dan moeten we dus ook meer voedsel produceren. Maar als we weten dat 70% van het landbouwareaal nu al voor vlees gebruikt wordt, dan is het ook duidelijk dat we niet zomaar 50% erbij kunnen doen en op die manier iedereen op dezelfde manier voeden als voorheen gebeurde. We zullen allerlei nieuwe dingen moeten bedenken en we moeten misschien ook bepaalde dingen achteruit. Misschien moet sommige productie omhoog, andere productie omlaag. Misschien moeten we meer circulair produceren dan we nu doen, waar we nu vooral lineair produceren. Misschien moeten we andere eiwitbronnen hebben. Allemaal vragen die in dit debat spelen. Als we denken over andere eiwitbronnen, dan is er bijvoorbeeld een mogelijkheid om vlees te kweken. Er zijn allerlei ontwikkelingen. Kweekvlees heeft een ontwikkeling gestart in Nederland. Je kunt denken aan schimmels, algen als vleesvervangers. Je kunt denken aan plantaardige eiwitten. En je kunt ook denken aan insecten als eiwitbron. Vanavond, we zouden het over alle 4 kunnen hebben, maar daar hebben we aan de hele avond niet genoeg. Vanavond focussen we alleen op de rol die insecten in de toekomst in ons voedselpatroon zouden kunnen spelen. Insecten, de naam alleen, staat garant voor ongeveer 1 miljoen soorten die we kennen. Maar als je nou eens een garnaal, geen insect, vergelijkt met een sprinkhaan, waar we de pootjes en de vleugels van afgehaald hebben, dan lijkt dat heel erg op elkaar. Een sprinkhaan is dus eigenlijk iets wat we al bijna eten. En ook wetenschappelijk gezien, taxonomisch gezien, ligt dat heel dicht bij elkaar. En er zijn gebieden in de wereld waar ze garnalen sprinkhanen een luchtgarnaal noemen. Waar hebben we het over als we het over insecten in onze voedselproductie hebben? Nou, dan kun je het hebben over bijvoorbeeld dat insecten gebruikt worden om ons vee mee te voeden. Op dit moment in Nederland, een kip is een vegetariër. Maar van huis uit is een kip een alleseter. En vraag een kip of een varken wat ze graag willen eten. Insecten staan bovenaan hun lijstje. We kunnen ook denken aan voedsel voor onszelf. En dan is er ook een hele diversiteit aan insecten die in de wereld al gegeten worden. En hier zie je dan de echte insecten in zijn geheel die deze twee dames eten. Maar er zijn ook allerlei producten die gemaakt worden. Ofwel producten in de vorm van burgers. Maar ook moet je denken aan bijvoorbeeld vlees of eieren die afkomstig zijn van dieren die met insecten gevoerd zijn. In Europa lopen we eigenlijk achter op dit terrein. Overal in de wereld is het heel gewoon om insecten te eten, omdat het een lekkernij is. In Europa lopen we wat achter en daar is eigenlijk in 2021 heeft de Europese Commissie vastgesteld via de EFSA, de European Food Safety Authority, dat het veilig is om insecten te eten als ze aan bepaalde voorwaarden voldoet, net zoals ook vleesproductie aan strikte voorwaarden moet voldoen. Het is een onderwerp waar heel veel kanten aan zitten en we hebben vanavond 4 sprekers voor u.
We beginnen met een spreekster, Hanna van Zanten, die ons over ons voedselsysteem in het algemeen zal hebben. Daarna Arnold van Huis over insecten in ons voedselpatroon. Bernice Bovenkerk zal iets vertellen over de ethische aspecten van het gebruik van insecten in ons voedsel. En Hugo van Kasteel zal iets vertellen over wat nu werkelijk de toekomstperspectieven zijn, ook vanuit een overheidsperspectief. Dit was een korte introductie en we gaan snel door naar de sprekers, want daar komen we allemaal voor. En de eerste spreekster is Hanna van Zanten. Hanna van Zanten is hoogleraar duurzame voedselsystemen in Wageningen. En Hanna, de floor is yours. Dankjewel. Ja, ik denk dat het werkt, hè? Top. Perfect. Een circulair voedselsysteem, goed voor de mens en onze planeet. Daar wil ik het graag met u over hebben vandaag. Hoe kunnen we ons voedselsysteem zo inrichten dat we voldoende gezond voedsel kunnen produceren voor een groeiende wereldbevolking met respect voor onze planeet? Dat is de onderzoeksvraag waar ik mij op richt in mijn onderzoek. En circulariteit speelt daar een belangrijke rol in. De afgelopen jaren heb ik met verschillende onderzoekers samen verschillende circulariteitsprincipes ontwikkeld. En hier ziet u de vier belangrijkste. Deze zal ik vanavond aan u toelichten. En vervolgens zal ik ook verschillende kwantitatieve scenario's schetsen. Het eerste principe gaat erom dat we graag ervoor willen zorgen dat ons voedselsysteem zo ingericht is dat dit met respect voor de planeet is. En dat betekent veel verschillende dingen. Bijvoorbeeld duurzame visvangst. Het betekent ook stoppen met het gebruik van kunstmest. Denk aan de bodemkwaliteit. En ervoor zorgen dat we al onze soorten op deze planeet respecteren en behouden. Maar het betekent nog heel veel meer als we denken aan het respecteren van de grenzen van onze planeet. Het tweede principe is dat we ervoor willen zorgen dat we voor iedereen op deze aarde voldoende gezond voedsel willen kunnen produceren. En dat betekent bijvoorbeeld toegang tot groente en fruit. Maar het betekent ook dat we ervoor zorgen dat iedereen de nutriënten krijgt die we dagelijks nodig hebben. Denk bijvoorbeeld aan de eiwitten die we nodig hebben, vitamine B12 en calcium. Dit kunnen we doen door verschillende circulariteitspraktijken toe te passen. Denk allereerst aan het voorkomen van verspilling. Verspilling heeft te maken met dingen als bijvoorbeeld voedselresten, maar ook bijvoorbeeld met overconsumptie. Of alle andere dingen die we vandaag de dag gebruiken, die we misschien eigenlijk niet echt nodig hebben. Als we verspilling niet kunnen voorkomen, dan is het belangrijk dat we dat wat we verspild hebben op de meest efficiënte manier benutten. Dus we kunnen bijvoorbeeld onze voedselresten weer gebruiken als compost. Of we kunnen ze aan dieren voeren. En op die manier vermijden we vervolgens weer feed-food competitie. En dat gaat erover dat we dieren bijvoorbeeld voeren met producten die wij vandaag de dag ook kunnen consumeren. Om u te laten zien dat dit ook iets is wat daadwerkelijk gebeurt, zou ik graag dit filmpje willen laten zien. En dit filmpje, hier ben ik op bezoek bij een bedrijf en dat heet Nijssen en Granico. En Nijssen en Granico die verzamelen heel veel afvalproducten. En dat produceren ze weer tot voer voor dieren. Bijvoorbeeld voor varkens of voor legkippen. En dat gaat bijvoorbeeld naar het bedrijf Kipster. En vervolgens ziet u ook hoe ik het bedrijf Kipster bezoek. Een circulair voedselsysteem is een systeem waar we in de toekomst naartoe willen. Om ervoor te zorgen dat we voldoende voedsel kunnen blijven produceren binnen de grenzen van onze planeet. Waarbij we dus bijvoorbeeld zo min mogelijk land willen gebruiken of zo min mogelijk water. Zodat we de aarde niet uitputten terwijl iedereen wel beschikking heeft tot voldoende voedsel. Ik ben Hanna van Zanten en ik onderzoek de rol van het dier in een circulair voedselsysteem. De rol van dieren in het circulair voedselsysteem is dat ze eigenlijk reststromen kunnen eten. Dit bedrijf hier verzamelen ze die reststromen en daar gaan ze uiteindelijk weer veevoer van maken. Ja, dat zijn producten die anders weggegooid zouden worden. Het zijn producten die we niet kunnen of willen eten.
Wat we op dit moment ook zien is dat dieren met producten worden gevoerd, zoals granen, die wij ook kunnen eten. En daardoor ontstaat er eigenlijk een beetje een competitie om die granen, of we die nou aan dieren gaan geven of aan de mens. Al die producten komen binnen in de fabriek en een heel proces komt eraan te pas en uiteindelijk hebben we een brokje. Bij kipsen hebben we gekeken met hun overleg van nou, wat voor een voer zouden die kippen nou eigenlijk moeten hebben om toch ervoor te zorgen dat ze die eieren nog kunnen leggen. Maar wel een voer wat dus alleen maar bestaat uit restproducten. Want ieder dier heeft natuurlijk zijn eigen unieke eigenschappen. En wat ik wil weten is welk dier we nou het beste kunnen gebruiken om welk restproduct uiteindelijk om te zetten naar bijvoorbeeld melk of vlees of eieren. Die hoeveelheid aan reststromen die we hebben is natuurlijk beperkt, beschikbaar. Dat betekent ook dat er een grens zit aan de hoeveelheid dierlijke producten die we kunnen produceren. En op dit moment zien we, als we dus naar zo'n circulair voedselsysteem toe zouden willen, dat we in Europa de hoeveelheid dierlijk product wat we nu eten tenminste moeten halveren. Ik vind het heel leuk om dat te zien, dat het in de praktijk daadwerkelijk een bedrijf is wat dit oppakt en wat gewoon alleen maar reststromen aan zijn dieren voert. Omdat dat aangeeft dat we dus langzaam echt naar zo'n circulair voedselsysteem toe moeten. Het is niet alleen een theoretisch iets wat nu ontwikkeld is, maar het is ook iets wat nu door de praktijk wordt opgepakt. Om uiteindelijk van die verschillende principes die we hebben ontwikkeld ook toe te kunnen gaan naar een systeem wat we kunnen kwantificeren. Dus als we naar een circulair systeem toe gaan, wat zijn dan daadwerkelijk de milieuvoordelen? Nou, dat vroegen we ons af en om dat te kunnen uitrekenen hebben we een model ontwikkeld en dat heet het circulaire voedselsysteem, het CIVOS-model. En dat geeft ons de mogelijkheid om verschillende ontwerpen van het voedselsysteem te maken op basis van verschillende scenario's of vragen die er in de maatschappij spelen. Wat het model doet is het minimaliseert de milieu-impact. Bijvoorbeeld het minimaliseert broeikasgassen of landgebruik of stikstof, fosfaat of bijvoorbeeld het verbetert biodiversiteit. We hebben dit model op het moment gepubliceerd voor Europa, maar we zijn dit ook aan het opschalen tot wereldschaal. En wat we hebben gedaan is, voor dit Europese model, is dit hebben we het Europese Europa hebben we opgesplitst in verschillende regio's op basis van klimaat- en bodemtypes. En dat zorgt ervoor dat we weten welke gewassen we waar kunnen produceren en wat dan de gewasopbrengst daarvan is. Als het model een bepaald gewas selecteert, dan creëren we bepaalde producten. We creëren bijvoorbeeld gewasresten. We creëren bepaalde bijproducten, zoals bijvoorbeeld tarwegries. En we creëren natuurlijk voedsel voor de mens. Een deel verspillen we misschien. Dat zijn dan ook bepaalde bijproducten die we produceren. En we hebben onze eigen humane mest. Deze producten kunnen we weer recyclen in het systeem. Als bijvoorbeeld een bemester, of we kunnen een deel daarvan gebruiken als diervoer. Als we deze gebruiken als diervoer, dan krijgen we weer dierlijke producten. Maar we krijgen ook weer bepaalde bijproducten, zoals bijvoorbeeld de mest van de dieren en het slachtafval. Vervolgens kunnen we ook gebruik maken van duurzame visvangst. Dit levert ook weer humane consumptie op, of producten voor humane consumptie. Maar ook weer bijproducten die we weer kunnen recyclen in het systeem. Wat we uiteindelijk doen in het model is dat we de milieu-impact minimaliseren met een bepaalde vraag rondom het dieet. Ons huidige dieet of bijvoorbeeld een gezond dieet. Wat het model dan vervolgens doet, is het als het ware herontwerpt het voedselsysteem. We krijgen een vraag over welke gewassen kunnen we het beste waartelen. Wat zijn de beste manieren om onze gewassen te bemesten? En welke dieren kunnen we het beste houden? Hoeveel dieren en waar houden we die dieren dan? Dus het geeft een compleet plaatje van hoe het voedselsysteem onder bepaalde verschillende scenario's of aannames die voor de maatschappij belangrijk zijn, er dan uit gaat zien. En wat de milieu-impact dan is van dat systeem. Nu hebben we verschillende scenario's ontwikkeld en die wil ik graag aan u laten zien. Het eerste scenario, het rode scenario, schetst de huidige situatie. Het is het huidige Europese productiesysteem. Dus wat we op dit moment produceren in Europa.
Het gele scenario, een beetje oranje scenario, is het huidige dieet, maar we hebben een productiesysteem waarin we circulariteitsprincipes toepassen. Het is een zelfvoorzienend Europees systeem. In het groene scenario hebben we ook een zelfvoorzienend Europees systeem, waarbij we productieprincipes, circulariteitsprincipes toepassen, maar we eten ook een gezond dieet. En in het blauwe scenario optimaliseren we het aantal gezonde diëten wat we kunnen produceren in Europa. Dus daarbij houden we niet per se rekening met het milieu-impact. Terwijl we in de twee andere scenario's, het oranje en het groene scenario, de milieu-impact minimaliseren. In dit geval minimaliseren we landgebruik. In het model kunnen we kiezen tussen verschillende milieu-impacten, maar in deze scenario's hebben we ervoor gekozen om landgebruik te minimaliseren in het oranje en het groene scenario. Als we dan gaan kijken naar de resultaten, dan zien we dat we in het oranje scenario en in het groene scenario het landgebruik minimaliseren met ongeveer 70%. Terwijl in het blauwe scenario het totaal aan landgebruik ongeveer gelijk blijft. Omdat we hier natuurlijk totaal aan diëten optimaliseren. Dus we proberen zoveel mogelijk voedsel te produceren. Als we dan vervolgens gaan kijken naar de broeikasgassen die gerelateerd hieraan zijn, dan zien we dat we in het oranje scenario die ongeveer naar beneden gaan met 20%. In het groene scenario met bijna 30%. En in het blauwe scenario met bijna 40%. Per persoon per jaar. In het blauwe scenario gaan het totaal aan emissies echter omhoog met 55%. Dus dit is belangrijk om te realiseren. Als we kijken naar per persoon per jaar, dan gaan de emissies in het blauwe scenario met bijna 40% naar beneden. Maar als we kijken naar het totaal aan emissies, dan gaat die omhoog met 55%. Dus de lokale impact gaat enorm omhoog in het blauwe scenario. Maar we kunnen ook veel meer gezonde diëten produceren. Dus dit laat direct een trade-off zien tussen voedselproductie en de milieu-impact. Wat betekent dit dan voor ons dieet? Op dit moment is onze consumptie ongeveer 83 gram eiwit per persoon per dag. En daar zijn al de verschillende dingen die we verspillen van afgehaald. Als we naar de twee gezondere diëten toe zouden gaan, dan is dit verminderd naar 64 gram eiwit per persoon per dag. We zien dus een vermindering, maar we zien ook een verschuiving in wat er wordt geconsumeerd. We zien meer plantaardig. Op dit moment zien we dat ongeveer 60% van de eiwitten die we dagelijks binnenkrijgen van dierlijke producten afkomstig is en 40% van plantaardige producten. Terwijl als we naar de andere twee scenario's toe gaan, zien we dat dit omdraait. We zien dat dan ongeveer 40% van dierlijke producten afkomt en 60% van plantaardige producten. De verschuiving laat dus zien dat we minder gaan consumeren en meer plantaardig. Uiteraard heeft dit invloed op onze plantaardige en dierlijke productiesystemen. Laten we eerst kijken naar de dierlijke productiesystemen. Als we kijken naar het aantal dieren in het oranje scenario, dan zien we dat die niet per se zijn afgenomen. Maar dit is logisch op zich, omdat het totaal aan eiwit wat we consumeren van dierlijke producten nog steeds gelijk is aan het huidige scenario. We zien echter wel dat dit is gedaan op een voedselgroepniveau. Dus het totaal aan eiwit van bijvoorbeeld rood vlees. We zien echt een verschuiving dan in het type van rood vleesproducten wat wordt geconsumeerd. Dus we zien meer vlees van varkens en minder van vleeskoeien. En deze verschillen, dus die relatief kleinere verschillen, zorgen er dus voor dat we minder land gaan gebruiken en minder broeikasgassen hebben uiteindelijk. Als we dan naar het groene scenario toe gaan, dan zien we een enorme reductie in het aantal dieren wat we houden. En we zien dat we met name dieren gaan houden die dagelijkse producten produceren. Zoals bijvoorbeeld de melkkoe of bijvoorbeeld de legkippen. Dus we hebben dan melk en eieren.
En we hebben de vissen, omdat die belangrijk zijn in onze behoeftes in vetzuren. In het blauwe scenario zien we ongeveer eenzelfde trend. Alleen wat we hier zien is dat het aantal melkkoeien juist omhoog gaat, toeneemt. En dit heeft te maken met dat we gaan meer diëten gaan produceren, dus ook voor buiten Europa. Als we dan kijken naar de plantaardige productiesystemen, dan zien we dat we in het huidige systeem met name heel veel granen hebben en oliegewassen. Als we dan naar het oranje systeem scenario toe gaan, dan zien we dat we nog steeds veel granen en oliegewassen hebben. Maar we zien vooral het grootste verschil komt dat we een enorme reductie in het aantal grasland hebben. Dus daar komt met name die reductie in het totaal aan hectare vandaan. In het groene scenario zien we nog steeds een enorme reductie in het totaal aan grasland. Maar we zien ook een verschuiving in de gewassen die we daar hebben. Dus minder oliegewassen en granen en bijvoorbeeld meer peulvruchten, maar ook groentes en fruit. Dus meer diversiteit. In het blauwe scenario zien we dat ook, maar hier zien we dat we weer al het grasland gaan benutten. Wat ik graag wil benadrukken is dat de resultaten die ik u zojuist heb laten zien, gebaseerd zijn op allemaal dingen die we vandaag de dag in principe zouden kunnen doen. We hebben hier niet heel veel nieuwe technologieën voor nodig. Bijvoorbeeld het gebruik van duurzame energie. Een gezond dieet consumeren. Proberen de dingen die we gebruiken niet te verspillen. En als we iets verspillen, het zo efficiënt mogelijk weer in te zetten. En meer diversiteit in onze gewassen, wat bijdraagt aan een gezond dieet, maar ook aan onze biodiversiteit. Als we dit zouden doen, de transitie van een lineair systeem naar een meer circulair systeem, dan zorgt dit ervoor, dan draagt dit bij aan onze eigen gezondheid, maar ook aan de gezondheid van onze planeet. De scenario's die ik u zojuist heb laten zien, zijn 4 scenario's die wij hebben bedacht. Uiteraard realiseer ik me dat er heel veel meer scenario's mogelijk zijn. En dat er waarschijnlijk in deze zaal ook heel veel meer aspecten zijn die bij u naar boven komen die u graag zou willen bespreken. Om dit beter mee te nemen in ons onderzoek, zijn wij op dit moment een serious game aan het ontwikkelen. En dit spel is gebaseerd op het model wat we hebben ontwikkeld. En het spel zou er uiteindelijk voor zorgen dat we door dat te spelen scenario's kunnen creëren vanuit allemaal verschillende actoren in het voedselsysteem en daardoor beter kunnen begrijpen welke mogelijke transitie of welke transitie is er uiteindelijk mogelijk die ervoor zorgt dat we naar een duurzamer voedselsysteem toe zouden gaan. En daar, wat ik dus heb laten zien, is dat we ons vooral hebben gericht op wat we vandaag de dag kunnen doen. Maar er zijn natuurlijk heel veel mogelijke technologieën, onder andere het gebruik van insecten in een circulair systeem, die nog weer voor een duurzamer systeem uiteindelijk kunnen zorgen. En mocht u geïnteresseerd zijn in ons onderzoek, dan kunt u onze website bezoeken. We hebben ook een dashboard waar u nog veel meer informatie kan vinden. En dit is allemaal open access. Uiteraard kunt u ook contact met ons opnemen. En u bent welkom om het spel met ons te spelen. En uiteraard wil ik mijn team bedanken, want zonder hen had ik hier niet kunnen staan. Dank je wel. Dankjewel, Hanna, voor een mooie inleiding op de avond. We hebben telkens na het verhaal 5 minuten voor een paar vragen, korte vragen. En aan het eind van alle presentaties hebben we nog een kwartier voor een algemene discussie. Is er iemand die iets verduidelijkends wil vragen aan Hanna? Als u even wacht tot er een microfoon bij u is en als u wilt beginnen met te vertellen wie u bent, eventueel vanuit welke organisatie u bent, mocht dat het geval zijn. Mijn naam is Tom Koelman. Ik heb vroeger voor Wageningen gewerkt. Ik heb 1 vraag. In hoeverre wordt er in het model ook rekening gehouden nog met stromen van eiwitten van buiten Europa? Dan denk ik aan soja bijvoorbeeld. Ja, in de 3 scenario's die we hebben geschetst, dat gaat om een zelfvoorzienend Europees systeem. Dus daar maken we geen gebruik meer van de soja in het systeem. In het huidige systeem uiteraard wel. Dus daar zie je dus die stromen, daar is rekening gehouden met de stromen, maar in de andere scenario's niet.
Dat is ook één van de redenen waarom ik zo graag dat wereldmodel wil hebben. Omdat we dan ook kunnen kijken van wat gaat er gebeuren als we gaan spelen met die schaal. Dus wat als we bijvoorbeeld naar een zelfvoorzienend Nederland kijken ten opzichte van een zelfvoorzienend Europa. Of kringlopen sluiten op wereldschaal. En wat zijn dan de verschillen die we zien? En hoe ziet dat, waar zitten die dan in? Ja. Hier voorin, even wachten tot de microfoon graag. Hoe verhoudt zich jouw naam eerst? Oh, Jasper Kool, ondernemer in Amsterdam. Klimaatvraagstukken voor de bouw, kan ik uren over vertellen. Zal ik je besparen. Ik heb een keer van EAT gehoord, Science op Wereldschaal. Hoe verhoudt dat zich tot jouw verhaal? De EAT Lancet? Ja. Oké, okay, ja. EAT Lancet, ja, die precies. En ik ben zelf met klimaatvraagstukken bezig. Ik vind jouw scenario's en de ruimte en de speelruimte. En het speel spreekt natuurlijk tot de verbeelding. In hoeverre is de urgentie die je zegt, eigenlijk hebben we niet zoveel keuze meer? Oh, eigenlijk hebben we niet zoveel keuze meer. Oké, de eerste, hoe verhoudt dit zich met de EAT Lancet? EAT Lancet heeft met een hele groep wetenschappers samen gekeken naar wat zou een dieet zijn wat gezond is, wat binnen de grenzen van de planeet zijn. Daarbij hebben ze ook aangegeven hoeveel, bijvoorbeeld hoeveel gram groenten we zouden moeten consumeren in dat gezonde dieet. Dat hebben ze precies gedaan met een dieet, maar ze hebben ook een reference range gegeven. Dus een range waarbij je tussen zou moeten blijven, zou maar zeggen, om nog gezond te consumeren. Die range hebben we overgenomen. Want als je kijkt naar bijvoorbeeld de verschillende adviezen op food-based dietary guidelines, gezonde voeding. Als we daarnaar kijken, naar die richtlijnen van gezonde voeding, dan zien we dat die per land anders zijn. En dat maakt het natuurlijk heel complex als je op grotere schaal wil gaan modelleren. Dus we hebben daar juist de dingen redelijk in lijn gedaan met de EAT Lancet. Alleen wat de EAT Lancet niet heeft gedaan, is naar de nutriëntbehoeften gekeken. Dus wij hebben die juist toegevoegd om er zeker van te zijn dat we naast dat wat we consumeren aan producten, er ook voor zorgen dat de nutriënten die we binnenkrijgen voldoende zijn. Dus dat is één. Twee, hoe urgent is het? Dat vind ik een lastige vraag. Want dat is daar hebben we klimaatwetenschappers voor. Wat ik met name doe, is ik kijk naar, we hebben, dit is vanuit verschillende studies laat men bijvoorbeeld zien van, we zouden als we binnen de grens van de planeet willen blijven, zouden we niet over de 500 kilo aan CO2 per persoon per jaar voor een dieet uit moeten komen. En dat zijn de getallen die ik overneem. En waar ik dus uiteindelijk dat laat zien van hoe ziet dat eruit. En dat wordt lastig als we geen dingen aanpassen. Dus, ja. Korte vraag en dan zo meteen een kort antwoord. Ja. Mijn naam is Frans Verdam. Ik ben van Viscon, een automatiseringsbedrijfje. En ik had een vraag over hoe waarschijnlijk het is dat mensen ook echt daadwerkelijk hun dieetgedrag gaan veranderen. Want daar ben je natuurlijk in je model wel van uitgegaan, dat mensen echt daadwerkelijk gaan consumeren op gebied van vlees en meer groente gaan eten. Maar hoe waarschijnlijk is dat mensen dat ook daadwerkelijk gaan doen en kunnen we daar eventueel sturing in geven of zo? Ja. In het oranje scenario was er dus geen verandering in het dieet. Maar dan zie je natuurlijk ook dat het effect voor het milieu, dus de voordelen qua milieu, weer minder zijn. En daar wil je, wat we eigenlijk zien, is dat die niet genoeg zijn. Maar naast dieetverandering zijn er natuurlijk heel veel andere manieren om ook nog tot een verbetering van het milieu te komen. Dus dat zijn juist de dingen die wij willen bespreken en die we ook inzichtelijk willen maken met bijvoorbeeld het spelen van zo'n spel. Want er zijn verschillende transitiepaden en ik denk dat het meest belangrijk is dat we er samen komen. Dus voor de een zal het misschien, die zegt, ik ga echt niet aan mijn dieet komen, prima. Maar die staat misschien net wat minder lang onder de douche. Er zijn heel veel verschillende manieren om er te komen en het belangrijkste is dat we er samen komen. Dankjewel. Voor nu moeten we het erbij laten. Straks is er ruimte voor meer vragen. Dankjewel, ja. Hanna.
Onze volgende spreker is Arnold van Huis, emeritus hoogleraar entomologie aan Wageningen Universiteit. En Arnold heeft aan het begin gestaan van een ontwikkeling die we in West-Europa gemaakt hebben om insecten weer in beeld te krijgen. En Arnold zal het hebben over de rol van insecten in ons voedsel van de toekomst, zowel voor humane consumptie als voor veevoer. Prima. Dankjewel, Marcel. Ik zal het proberen een algemeen verhaal te schetsen over insecten als voer en als voedsel. Ik zal erbij een korte introductie geven, dan iets over de milieueffecten, de productie, iets over de voeding, dan diervoeding, daar kom ik uitgebreid over, diervoeding of humane consumptie, dan consumentengedrag, het verwerken van die beesten. En ook wat over voedselveiligheid. Het was eigenlijk na de publicatie die we hadden in 2013. Dat werd in 24 uur miljoenen keren gedownload. Het is in 4 talen vertaald. En de vraag is waarom ineens die belangstelling? Ik denk een van de oorzaken is waarschijnlijk dat de FAO had ook een publicatie. FAO Livestock Long Shadow. Wat allerlei negatieve effecten aangaf van het vee. Dus dat was waarschijnlijk een trigger die gebruikt werd. Sindsdien hebben we nu een journal wat zich hiermee bezighoudt sinds 2015 met een hoge impact factor. We hebben conferenties gehad. Eerst hebben we samen met de FAO in Nederland georganiseerd in 2014. En dit jaar in juni hebben we de volgende in Singapore. Als je kijkt naar het aantal wetenschappelijke publicaties, dat neemt bijna exponentieel toe. Als je kijkt sinds 2013, is het ongeveer 10 keer zoveel op dit moment. Dus ongeveer zeg 3000 publicaties per jaar. Nou, dat haalt het nog niet bij wat er aan kippen of varkens gepubliceerd wordt. Dat zit boven de 50.000. Dus we hebben nog wel een weg te gaan. Eetbare insecten. Ja, iedereen heeft het altijd over het eten van insecten door mensen. Maar of dat nou zo belangrijk is, is een volgende. En het andere is het diervoeding. En diervoeding, daar hebben we het over huisdieren. We hebben het over vis, we hebben het over varkens en we hebben het over kippen. En wat voor insecten worden er dan gegeten? Zowel door dieren als menselijk voedsel. En dan zie je eigenlijk de meelwormen, verschillende soorten, krekels, verschillende soorten, sprinkhanen en zijderups. De insecten die alleen gebruikt worden als voer, als veevoer, dat is met name de black soldier fly. Dat is werkelijk de meest belangrijke. Veel belangrijker dan bijvoorbeeld de huisvlieg. Als je kijkt naar de ontwikkelingen, dan zie je... Ik weet niet of hier een pointer bij is, ik geloof het wel. Ja, deze geloof ik. Dan zie je hier dat het toeneemt. Het is een Rabo-rapport en het gaat tot 500.000 in 2030. Nou is dat een Rabo-rapport. Er zijn andere rapporten die gaan tot 3 miljoen ton. Als je dan kijkt naar de verschuivingen, dan zie je dat op dit moment... en een groep mensen zullen dat misschien niet verwachten... maar het wordt nu vooral voor diervoeden, voor honden en katten gebruikt. Maar het gaat verschuiven. Dat gaat verschuiven naar visteelt, zoals je kunt zien. En voor varkens en kippen blijft hetzelfde, het percentage. Het groeit wel, maar het is hetzelfde percentage ongeveer. Als je dan kijkt naar veevoer of voor humane consumptie... dan kunnen we naar de volgende 10 jaar gaan kijken. Dan zie je dat het voor veevoer... ongeveer 20 keer gaat toenemen. Terwijl het voor menselijk voedsel ongeveer hoogstens 2 keer. Dus dat blijft een niche. En als je in 2030 ongeveer gaat kijken, is het niet meer dan 1%. Dus dat is vrij onbelangrijk. Terwijl wel iedereen het erover heeft. Kijken we nog even naar die black soldier fly. De prijs die zal waarschijnlijk de komende 10 jaar met de helft verminderen. Op dit moment zitten we ongeveer op 1500
$1 per ton. En dat zit, ja, dat is vergelijkbaar met vismeel. Soja, ja, daar hebben we nog een lange weg te gaan, want dat is maar $500 per ton. Milieu. Ja, ik neem altijd deze publicatie. Dat is een publicatie die een life cycle analysis heeft gedaan. Dus die kijkt eigenlijk naar het eindproduct. Wat gebeurt er allemaal tot het eindproduct? En dan wordt hier gekeken naar het watergebruik, wordt gekeken naar broeikasgas en wordt gekeken naar het landgebruik. Nou, in alle gevallen ziet u dat de insecten het beter doen dan de anderen en zeker veel beter dan rundvlees. Ja, die black soldier fly, die kan werkelijk alles aan. Het natuurlijk milieu voor die black soldier fly is eigenlijk mest. Maar ook meelwormen en krekels kunnen ook op afval gekweekt worden. En dat is met name van belang, want het zijn goedkope reststromen die vaak hoog in cellulose zitten en laag in proteïne. En dan te bedenken ook dat 1/3 van ons voedsel en al van onze landbouwkundige productie eigenlijk niet gebruikt wordt. Die black soldier fly, ja, die kan bijvoorbeeld allerlei slip aan. Slip in de aquacultuur. Ook slip van de gemeente. Zuiveringsslip. Allerlei soorten biowaste. Fruit en groenteresten. Soms moet je ze wel een fermenteringsproces moeten ze doormaken. En ik denk mest is een hele belangrijke, want ik denk dat dat een opportunity is. Het is niet toegestaan in de Europese Unie op dit moment. Maar ik verwacht wel dat dat nog eens een keer goedgekeurd gaat worden. En er wordt onderzoek naar gedaan of het veilig gebruikt kan worden. Ja, die black soldier fly, dat wordt wel de supervlieg genoemd. Waarom? Omdat die vrijwel alles aan kan. Allerlei soorten organisch afval kan die de baas. Als je die dingen kweekt, zijn er geen ziektes tot nu toe waargenomen. Ze kunnen zelfs allerlei pathogene bacteriën kunnen ze verminderen. Wat belangrijk is, en er wordt heel veel onderzoek op dit moment naar gedaan, naar de bacteriën die zowel in het substraat zitten als die in de darm zitten. En er is een wisselwerking. Dus het is niet alleen de zwarte soldatenvlieg, het is ook de bacteriën die daar een belangrijke rol spelen. Je kunt dat hele proces automatiseren, ook belangrijk. En de zwarte soldatenvlieg zit vol met vet. En dat kan bijvoorbeeld diarree in varkens en vis tegengaan. Voor bedrijven is het de grootste uitdaging is om reststromen te vinden die goedkoop zijn, maar ook in grote getalen aanwezig. Ja, ik heb dit maar een beetje een schrapje erbij gedaan, maar er is ontzettend veel onderzoek de laatste tijd naar eetbare insecten die gebruikt worden om plasticachtige polymeren om die te verwerken. En onder andere polyethyleen en meelwormen, krekels, de black soldier fly, maar ook wasmotten kunnen daarvoor gebruikt worden. En een grote vraag is natuurlijk, zou die zwarte soldatenvlieg iets met die stikstof kunnen? Nou, een onderzoek in ons laboratorium heeft aangetoond dat 13% van de mest dat die omgezet kan worden in stikstof wat in ammonia zit. En er zijn allerlei methodes om te zorgen dat dat beter gaat. Bijvoorbeeld door de koolstof-stikstofratio te veranderen. Of dat je gaat spelen met de vochtigheid. Een ander punt waar ook veel aandacht aan gegeven wordt, dat is bioremediation. En dat houdt in dat die zwarte soldatenvlieg, het nadeel daarvan is dat die, maar misschien ook een voordeel, dat die zwarte soldaten, zware metalen kan accumuleren. Maar je kunt dat dus ook gebruiken om allerlei substraten schoon te maken. Dus onder andere wordt dat gebruikt bij compost, het kan gebruikt worden bij zeewier. Je kunt die zware metalen dan
weer opnieuw gaan winnen. Dat is ook een mogelijkheid. Dus daar zijn allerlei mogelijkheden. Als je kijkt naar de productie, ja, we hebben verschillende hele grote bedrijven. Als je kijkt naar InnovaFeed, die kreeg 2 jaar geleden ongeveer 250 miljoen om een nieuwe fabriek te bouwen. Insect is een hele grote in Frankrijk. In Canada hebben we een krekelkwekerij. En Protix, die zit in Nederland, in Berg op Zoom. Is ooit nog door de koning geopend. En die hebben dus nu vestigingen ook in de Verenigde Staten. En het nieuwste is dat ze een fabriek gaan bouwen in Polen. Dus ja, dat neemt enorm toe en dit worden echt multinationals. Kun je die beesten, kun je die genetisch verbeteren? Dat kan. Met de Black Soldier Fly is daar wat onderzoek naar gedaan. En je kunt bijvoorbeeld het larvale gewicht met 40% omhoog krijgen. Dus daar wordt onderzoek naar gedaan en dat is vrij recent. Maar 5 jaar, ze hebben een hele korte levenscyclus. Terwijl in de vee-industrie ja, heeft men 80 jaar ervaring. En daar duurt het natuurlijk veel langer voordat je een generatie hebt. De vraag van is het beter om insecten direct te eten of ze eerst aan, laten we zeggen, aan kippen te voeren en vervolgens de kip op te eten. Het is natuurlijk veel beter om die dingen direct te eten. Maar goed, dat is een probleem en daar kom ik straks op terug. Voedingswaarde. Ja, ik vind het altijd enorm lastig omdat er heel veel dingen natuurlijk een rol spelen. Daarom gebruik ik meestal dit, de Nutrient Value Score. Links van de streep ziet u de insecten en rechts ziet u de vleesproducten. En over het algemeen is het gelijkwaardig of het is beter. Dus hier is gekeken naar vetzuren, naar eiwitten, aminozuren, naar mineralen en vitamines. Zijn er gezondheidseffecten in mensen? Ja. Bioactieve peptides. Nou, u ziet een heel rijtje staan wat die allemaal doen. Meelwormen, zelfs voor diabetes. Wat heel belangrijk is dat de zink en ijzer vrij hoog is. Met name in tropische landen waar anemia heel hoog is en ook zinkgebrek. Chitine, dat is het buitenskelet. Dat heeft ook werking. En er was verleden jaar een artikel in Science wat ook aangaf dat dit het immuunsysteem versterkt en dus ook vrij nuttig is. Er zijn ook gezondheidseffecten in dieren. Onder andere weer door de chitine, maar ook door die antimicrobiële peptides. En er zijn vetzuren die ook allerlei effecten hebben. Ja, die antimicrobiële peptides, er kan zelfs gezegd worden dat het wel eens een vervanging kan zijn van antibiotica. Omdat de manier waarop die werken, dat is het de celwand afbreken, dat daar moeilijk resistentie tegen ontwikkeld kan worden. Dus dat is ook een interessante ontwikkeling. Nou, en dan hebben we wat blijft erover. Dat is natuurlijk meststof. Hè, maar ook de vervellingshuidjes van de insecten blijven ook over in het substraat wat overblijft. Dat kun je gebruiken als bemesting. Maar het is ook aangetoond, onder andere ook in ons lab, dat het de gezondheid van de plant kan versterken. Het is zelfs aangetoond dat het de koolroetvlieg kan bestrijden. En een hele recente publicatie, ik geloof van een paar weken terug, dat het ook nematodes aan kan. Dus daar wordt ook allemaal onderzoek van de laatste paar jaar. Als we praten over diervoeding. Ja, wat we natuurlijk willen, dat is dat we soja gaan vervangen en vismeel. En vismeel heeft natuurlijk ook allerlei, door overvissing en dergelijke, allerlei problemen. We hebben daar in 2000, begin verleden jaar, een Science-artikel over geschreven. En plantproteïnen, ja, die hebben toch allerlei nadelen. Omdat ze moeilijk verteerbaar zijn. En het aminozuurprofiel is ook niet goed. Ja, het voeren van de Black Soldier Fly aan dieren. Nou, voor huisdieren, waar ze ontzettend mee adverteren, dat is hypoallergeniciteit. Hoewel dat wetenschappelijk nooit is aangetoond.
Maar goed, er wordt wel mee geadverteerd. Als je kijkt naar, naar varkens en de kippen... Ja, kun je een gedeelte van de vismeel kun je vervangen. Het is ook voor het welzijn van... niet voor, voor het dier, voor het insect... maar wel voor de kippen en voor de varkens... is er een welzijnseffect... omdat ze meer moeten gaan zoeken naar die beesten. Vis, ja, je kunt van 10 tot 100 procent vervangen. Het hangt er vanaf welke vissoort en welk insect je gebruikt... Maar bijvoorbeeld voor zalm kun je ongeveer 100% vervangen. En voor koeien kun je alleen het vet gebruiken. Het eiwit is niet toegestaan vanwege de gevaar van prionen. Ja, sommige mensen zeggen de prijs is misschien hoog... maar moet je het wel met vismeel vergelijken? Het heeft additionele voordelen. Consumentengedrag. Ja... ongeveer een kwart van de Europeanen wil wel een insect verorberen. Maar je wil natuurlijk dat het niet af en toe is gebeurd, maar dat het regelmatig gebeurt. En waarom men het niet wil, dat is met name voedneofobia. En dat wil zeggen, wat je niet kent, dat eet je niet. Maar nog belangrijker is disgust. En dat is wat in Nederland walging heet. En dat is emotie. Heeft helemaal niets met voedselveiligheid te maken, heeft niets met gezondheid te maken... Dat is gewoon een emotie. Dus dat is niet rationeel. Nou, dat is dus vrij lastig om daarmee om te gaan. Goed. Wat zijn de strategieën die je kunt gebruiken? Ja, informatie verschaffen is natuurlijk belangrijk. Zeker over de voedselveiligheid. Rolmodellen, dat zal ik straks laten zien. Geef mensen. Ik heb begrepen dat u straks mogelijk iets kan proeven. Dus... na deze bijeenkomst kunt u wat gaan proberen. Dus dat wordt ook altijd aanbevolen. Een bug banquet, laten we zeggen, geef mensen wat te proeven. En dan kunnen ze zelf ervaren dat het best te doen is. En richt je niet op de mensen die je toch niet willen eten. Richt je op de mensen die wel eens wat nieuws willen. Nou, wij hebben voor ons kookboek in de tijd... Marcel en ik hebben Kofi Annan geïnterviewd. En hij zei, het is gewoon een kwestie van opvoeding van de mens. Ik heb ook René Redzepi geïnterviewd. Zijn restaurant Noma is tot 4 keer toe tot beste in de wereld uitgeroepen. En hij zei iets opmerkelijks. Hij zei, waarom veroordelen wij het voedsel wat mensen in ontwikkelingslanden eten? Hij werd echt kwaad. Hij zegt, het is gewoon racistisch. Dus, nou ja. Verwerking. Ja, er zijn allerlei methodes. De kleine bedrijven die kunnen het op een gemakkelijke manier doen. Decontaminatie. Dus je kunt ze drogen en dan vermalen. En dan in allerlei producten verwerken. Maar je kunt ook de eiwitten, de vetten en de chitine... op allerlei manieren kun je die gaan isoleren. Je kunt... Bijvoorbeeld die black soldier fly, de eiwitten met de vetten... kun je ook voor andere dingen gebruiken. De vetten bijvoorbeeld voor biodiesel, voor cosmetica... voor bioplastics bijvoorbeeld. Maar ook bepaalde films kun je ervan maken. Larvicide kan het ook voor gebruikt worden. Dus als je het op mest kweekt, kun je daarna de insecten voor dit soort dingen gebruiken. Food safety, heel kort... allergie, ja, je vindt altijd op een insectenproduct vermeld... dat als je allergisch bent voor de huisstofmijt of voor zeevruchten... dan moet je oppassen. Omdat de eiwitten hetzelfde zijn in insecten. De Europese wetgeving, nou, dat heeft... het is in 2017 voor vis goedgekeurd en pas in 2021... Voor kippen en voor varkens. Dus dat is allemaal behoorlijk recent. En voor voedsel is het eigenlijk pas in 2021 en 2022... dat de eerste producten met insecten werden goedgekeurd in de Europese Unie. Nou, dat gaf natuurlijk gelijk allerlei problemen. Bijvoorbeeld in Italië heeft de regering die verbood op een gegeven moment... om iets een pizza te noemen als dat met krekelmeel gemaakt werd... Een beetje onzin. Dat was een jaar geleden, een artikel. Nou, een artikel van verleden week.
The Biden administration shells out taxpayers' dollars in getting Americans to eat trash-fed bugs. Wel, ik zeg altijd maar, hoe meer consternatie er is, hoe meer men het serieus neemt. Wat zijn de uitdagingen nog? Wat je zult zien, dat is in de toekomst dat allerlei stappen in de ketens door andere bedrijven worden overgenomen. Het zal veranderen van voer voor huisdieren, met name naar voer voor vissen. En, het is tijd. En ik denk dat het heel belangrijk is dat de overheid en de industrie en het bedrijfsleven samenwerken. En dat geeft natuurlijk allerlei mogelijkheden. Maar ik denk dat het een belangrijke toekomst tegemoet gaat. Dank u wel. Dank u wel, Arnold, voor een mooi overzicht over hoe insecten in ons voedsel zouden kunnen worden opgenomen. Volgens mij begint iedereen al uit te kijken naar de hapjes na afloop. Achterin. Mooi diagram zien over zeg maar de groei van de markt. Wat wij in het bedrijfsleven in ieder geval zien, is dat er heel veel aanvragen zijn. Alleen, er wordt nog niet zo gek veel gepouwd, zeg maar. Waar zou volgens u een beetje de buk in in de industrie zitten? Maar je hebt het over insecten als voer of als voedsel? Als voer. Als voer, ja. Ja, ik denk dat die belangstelling er automatisch komt. Als ik zie wat voor ontwikkelingen er gaande zijn. Ik bedoel, dit hadden we nooit kunnen denken dat zo enorm hard zou groeien. Dus ik denk dat met name de prijs belangrijk is. Ik denk als de prijs omlaag gaat, zal er meer vraag komen naar deze producten. En ik denk dat, als je het mij vraagt, is het voor kippen en varkens is dat het grootste probleem, de prijs. Maar het Rabo-reporter zegt ook, in 10 jaar tijd verwachten we dat het de helft is. Met name door automatisering, door het gebruik van goedkope grondstoffen, et cetera. Dank u wel voor de interessante presentatie. Mijn naam is Frank van Sluis van Protix. Ik heb het met belangstelling gevolgd. Ik hoorde u ook in een bijzin zeggen dat het kwestie van tijd is dat insecten of de black soldier fly gevoed kan worden met mest. En u had er ook een groot vertrouwen in. U heeft een paar dingen genoemd. Prijs is inderdaad denk ik heel erg belangrijk. Dat het toegankelijk wordt voor grotere toepassingen of meer toepassingen. Dat zou kunnen bewerkstelligen bijvoorbeeld als die toepassing van mest toegestaan zou zijn. Of dat zou kunnen worden bewerkstelligd als je substraten kunt gebruiken met vlees en met vis, wat er uit supermarkten komt. Wat ziet u dat er zou moeten gebeuren om die twee componenten te kunnen versnellen? Ja, ik weet dat Protix op een gegeven moment niet al te enthousiast was als we over mest praten. Hoewel ze in het begin wel enthousiast waren. Maar ik denk dat dat men toch bang is voor de mening van het publiek. Ik kan me dat voorstellen. Maar ik heb het ook wel eens met iemand van de Europese Unie erover gehad. En ja, die zeiden van, ja, mest is toch een groot probleem in Europa. Dus als we het op mest zouden kunnen kweken, ja, dat zou een enorm voordeel zijn. Ik weet nog toen de fabriek in Bergen op Zoom geopend werd, dat de minister van Landbouw van Nederland, dat die zei van dat ze hoopte dat het op een gegeven moment ook op mest zou worden toegestaan. Dus ik denk dat dat een En het kan, dat is duidelijk aangetoond. Er zijn talrijke publicaties die gaan over het kweken van insecten op mest, met name de black soldier fly. En wat nog ontbreekt, denk ik, maar er wordt onderzoek naar gedaan, ook in Wageningen, om te kijken van of dat problemen zou geven. Ik denk niet zozeer wat mycotoxine betreft of wat andere bacteriële problemen, maar met name, laten we zeggen, de zware metalen is natuurlijk wel een probleem. Ja. En de andere component, zeg maar de substrates met meat en fish, hoe ziet u dat? Ik denk dat dat nog wel een brug te ver is, vermoed ik. Dat zal nog langer gaan duren. Ja, daar zitten nog meer haken en ogen aan. Een korte vraag
En ook graag een kort antwoord. De vraag, mijn naam is Arthur Hartkamp. Ik vraag van een leek. Hoe verhoudt zich dit toekomstverhaal over het belang van insecten tot de zorgen die er overal bestaan, dat de insecten in het natuurlijke milieu op het ogenblik zo verschrikkelijk moeilijk hebben? Betekent dat dat al die insecten ook weer kunstmatig of in laboratoria of waar ook moeten worden gekweekt of aangemoedigd om... Ja, die insecten moeten massaal gekweekt worden. En ik weet dat er nogal wat zorgen zijn, ook over het welzijn van insecten. En er zijn publicaties die zeggen van nooit aan beginnen. Want als je gaat... Het aantal neuronen bijvoorbeeld in de meelworm is vrij laag, 30.000. Ja, vergelijken met de adult die ongeveer 300.000 heeft. Maar aan de andere kant, wat mensen vaak vergeten is dat plantaardig voedsel ook gekweekt worden door miljarden insecten te doden. En met name door pesticiden. En dat wordt vaak vergeten. Dus daar zit ook een groot welzijnsprobleem. Oké, ik denk dat we hiermee ook een mooi bruggetje slaan. Als eerste, dankjewel Arnold. We slaan hiermee een brug naar de volgende spreekster. Bernice Bovenkerk, universitair hoofddocent dier- en milieuethiek in Wageningen. Die het met name zal hebben over de welzijn en de ethiek die gepaard gaat met het kweken van insecten voor voedsel en veevoer. Bernice, de vloer. Dankjewel en dank voor de uitnodiging om vanavond te komen spreken. En ik verexcuseer me alvast. Ik ga geen mooie cartoons en plaatjes en grafieken laten zien. Maar gewoon zoals de filosoof zoals ik ben betaamd, heel veel tekst. Dan weten we dat alvast. Dus ik ben gevraagd om iets te vertellen over de ethiek van insecten als voedsel en veevoer. En ik wil er ook alvast bij zeggen, voordat ik het vergeet, want zijn vader zit in de zaal, dat dit ook medegemaakt is door mijn PhD-student, mijn AIO, Martijn van Loon. Met wie we samen een artikel hebben geschreven. En daar is dit verhaal mede op gebaseerd. Goed. Nou, ik moet altijd oppassen als filosoof om getallen te gaan noemen. Maar dit is een aantal wat ik uit de literatuur heb gevonden. Er worden nu al 2000 verschillende soorten insecten gegeten door 2 miljard mensen in 113 landen. En u ziet in het... hier had ik zo'n dingetje. U ziet hier dat eigenlijk voornamelijk veel voorkomt in het globale zuiden. Vandaar ook, ik denk de opmerking over vermeend racisme van de vorige spreker. Als wij dat niet zouden willen eten. En ik denk dat je daar ook een ander verhaal over kan vertellen overigens. Maar er worden dus al heel veel insecten gegeten. Ze worden ook gebruikt in dierproeven zonder dat daar een vergunning voor vereist is. En de aanname daarbij is dat het ongewervelde zijn. Ze dus wel geen pijn zullen ervaren en geen ongerief. En dat je daarom eigenlijk proeven met ze kan doen zoals je wil. Ook worden, zoals we net al hebben gezien, insecten nu al op grote schaal gekweekt zonder dat er eigenlijk welzijnsregulering is. En dat eigenlijk allemaal terwijl er relatief weinig onderzoek gedaan is naar het gevoel en welzijn van insecten. Dus dat is eigenlijk mijn openingsvraag voor mijn praatje vanavond. Zou er niet eerst meer onderzoek gedaan moeten worden voordat we insecten gaan inzetten voor de eiwittransitie? En dat heeft ook te maken met de vraag voor welk probleem het gebruik van insecten als voedsel en voer een oplossing biedt. Dus welke rol kunnen die insecten gaan spelen in die eiwittransitie? Nou, in de meeste westerse landen wordt nu al te veel eiwit geconsumeerd. En gemiddeld is dat, heb ik gezien in de literatuur weer, anderhalf à twee keer zoveel als mensen nodig hebben. En dat komt met name door de overconsumptie van vlees. En dat roept de vraag op of het wel nodig is eigenlijk om insecten en insectenproducten te gebruiken om genoeg eiwit binnen te krijgen. En dus waarom zullen we insecten tot meel moeten gaan vermalen en dat in pizzabodems stoppen om de eiwitconsumptie omhoog te brengen als die eiwitconsumptie eigenlijk al te hoog is? Nu heeft de vorige spreker ook al gezegd, er is neofobia, dus mensen zijn bang om nieuwe dingen te eten. En er is best een groep, een kleine groep nu nog, consumenten in westerse landen die bereid is om insecten te proeven. Ik neem aan dat veel van u het vanavond ook gaat proeven.
Maar de routinematige consumptie blijft uit. Dus het regelmatig eten van insecten, ook door die mensen die het al hebben willen proeven en het ook wel lekker vonden, blijkt toch niet dat die het op een wekelijkse basis of zelfs maandelijkse basis gaan eten. Want of mensen een nieuw product in hun totale voedselplaatje gaan overnemen, is afhankelijk van een heleboel factoren. Dus van gemak, hè, kunnen we dat makkelijk ergens kopen bijvoorbeeld? Is het gemakkelijk te bereiden? Maar ook prijs, smaak, status, presentatie. Hè, het maakt ook heel wat uit of je bijvoorbeeld de hele meelworm ziet of alleen maar de vermalen meelworm, bijvoorbeeld in een bitterbal. Hebben studenten van mij geprobeerd op scholen. En inderdaad, de leerlingen wilden alleen maar die bitterballen waar het vermalen in zat. Maar ook culturele geschiktheid. En mijn collega uit Wageningen, ook Jonas Haus, heeft er interessante onderzoeken over gedaan. Waarom bijvoorbeeld sushi wel, hè, is ook een nieuw product voor westerlingen geweest, waarom dat wel heel massaal is opgenomen en dat met insecten nog niet het geval is. En hij verwacht dat dat ook niet zo zal zijn. Dat heeft ook te maken met dat je een bepaalde manier moet hebben om dat te introduceren. Dus met sushi gebeurde dat via restaurants die al bestonden van immigranten uit Japan bijvoorbeeld. Zou misschien met insecten ook kunnen gebeuren. Maar hij verwacht dat mensen niet regelmatig het in hun voedselpatroon zullen opnemen. Je zou natuurlijk kunnen zeggen, vanuit duurzaamheid zou je kunnen beargumenteren dat mensen insecten moeten gaan eten. Maar het blijkt uit allerlei onderzoek dat duurzaamheid op zich niet voldoende is als motivatie van mensen om een nieuw product te gaan eten, over het algemeen. Nou, dat brengt ons bij insecten als veevoer. Wat is dan de rol van insecten in de eiwittransitie als we het aan vee voeren? We hebben het eigenlijk al wel gehoord. Het is meer duurzaam als je insecten kunt grootbrengen op landbouwafval. Je kan het enigszins in ieder geval circulair maken. Wat bereiken we daarmee? Ik denk dat we daarmee faciliteren, hè, dat er een efficiëntere en ook een groei is van de nu al intensieve veehouderij. En dus ook weer die overconsumptie van vlees, waar ik het eerder over had. Dus dat kunnen we ons afvragen. Wat is het, als we breder uitzoomen, hetgene wat die insecten gaan bijdragen? Die maken misschien wel het mogelijk dat die vee-industrie die we nu hebben, dat die in ieder geval, die wordt duurzamer. Maar duurzamer betekent ook dat die blijft bestaan. En dat is de vraag, of we dat moeten willen. Ik ben diereticus, dus dat is een vraag die ik mij dagelijks stel. Bovendien heb ik mij laten vertellen dat het eigenlijk ook niet helemaal circulair te krijgen is met insecten, omdat landbouwhuisdieren niet alleen maar op insecten zouden kunnen leven. Ik moet dus oppassen met getallen, maar wat ik heb begrepen is dat de kippen waar bijvoorbeeld meelwormen aangevoerd zijn, dat die eigenlijk niet meer dan 30% van hun voer uit die meelwormen kan bestaan, omdat dat anders ook niet gezond meer voor de kippen is. Goed, al met al, een aantal kritische noten, maar mijn boodschap is vooral van, voordat we de industrie van minivee gaan optuigen, moeten we ons dus vooral afvragen of dit ethisch verantwoord is. Nou, daar hebben we onder andere de dierethiek voor, om daar naar te kijken. Wat zegt men in de dierethiek daarover? We hebben eigenlijk twee dominante stromingen in de dierethiek. Utilisme, deontologie. Ik ga u niet vertellen wat dat allemaal inhoudt, want op dit punt zijn ze het eigenlijk met elkaar eens. We moeten rekening houden met de belangen van dieren die morele status hebben. En wanneer hebben zij morele status? Nou, dat baseren deze theorieën op of de vraag of die dieren gevoel hebben. Of een woord wat dan gebruikt wordt is sentient. Het is niet helemaal hetzelfde als gevoel. En er zijn ook verschillende interpretaties in de literatuur. Dus je kan eigenlijk deze vier verschillende interpretaties onderscheiden. Je hebt een hele smalle interpretatie. Dan is sentience de capaciteit om pijn en plezier te ervaren. Een smalle interpretatie is de capaciteit om toestanden te ervaren die positief of negatief gewaardeerd worden. Dan hoef je het dus niet per se te ervaren, maar kan je bijvoorbeeld gefrustreerd worden. Om het onderscheid tussen die twee duidelijk te maken. Als je een vlieg de hele tijd tegen het raam ziet vliegen, dat zie je wel eens, dan kan je afvragen, waarom doet hij dat? Als hij pijn zou lijden eraan, zou hij dat niet blijven doen? Nou, waarschijnlijk heeft hij een exoskelet, dus het zal waarschijnlijk niet zoveel pijn doen. Maar laten we daar ook even van uitgaan dat hij het inderdaad niet voelt. Dan kan het nog steeds frustratie oproepen bij die vlieg. Dat hij de hele tijd tegen dat raam aanvliegt en er niet doorheen naar buiten kan. Dus dat is het verschil tussen die twee opvattingen.
Dan heb je ook nog een brede opvatting van sentience. Dat is de capaciteit om toestanden te ervaren zonder die te waarderen. En nog breder, en dan hebben we het eigenlijk meer over, ja, als mensen het gaan hebben over gevoel bij planten. Een bepaald bewustzijn van de omgeving hebben, ook al worden die niet ervaren. Nou, je kan kijken als je die vier onderscheidt. Wat houden dierethici dan met name aan? Nou, die hebben het meest met name over die eerste twee. En dat noemen we dan fenomenaal bewustzijn in de cognitiefilosofie. Die andere twee noemen we toegangsbewustzijn. Maar dierethici die hebben altijd geredeneerd van nou, een dier moet echt iets bewust kunnen ervaren, pijn lijden of gefrustreerd kunnen raken voordat het ertoe doet wat je met dat dier doet. He, en dan pas is het ja, dus moreel belangrijk wat we met die dieren doen. Maar laten we nou eens kijken naar het fenomenaal bewustzijn. He, wat bedoelen we daarmee? We bedoelen niet fenomenaal in de zin van fantastisch of zo, maar we bedoelen van het is een bepaald fenomeen wat je waarneemt. En het wordt vaak geformuleerd in termen van hoe het is om een bepaald wezen te zijn. Hoe het voelt om dat wezen te zijn. En dit is gebaseerd op een hele bekende tekst. Ik weet niet of u dat bij u ook bekend is, maar bij ons is dat een bekende tekst van Nagel. Die vroeg, what is it like to be a bat? Hoe is het om een vleermuis te zijn? En hij beargumenteerde daarin van we kunnen begrijpen hoe vleermuizen door middel van echolocatie navigeren, maar we kunnen nooit echt weten hoe het is om de wereld subjectief te ervaren alsof we een vleermuis waren. Want wij hebben die echolocatie niet. Nou kunnen overigens mensen die blind zijn ook wel echolocatie ontwikkelen, maar dat even terzijde. Het punt is, van omdat je geen vleermuis bent, kan je niet ervaren hoe het is om een vleermuis te zijn. En in feite zijn ervaringen dus in die vorm van bewustzijn privé. Het is een eerste persoonsperspectief. Alleen vanuit jouw persoon kan je eigenlijk ervaren hoe het is om jou te zijn. En eigenlijk geldt dat dus ook voor andere mensen. Ik kan ook niet ervaren hoe het is om Hanna te zijn, bijvoorbeeld. En dat heeft een implicatie. Namelijk dat bewustzijn nooit wetenschappelijk begrepen of zelfs aangetoond kan worden. Dat noemen wij het zogenaamde hard problem in de cognitiefilosofie. En er zijn ook problemen met die theorie van fenomenaal bewustzijn. Want het gaat eigenlijk nog steeds uit van het dualisme. Dat komt van Descartes, die u hier ziet. Dualisme stelde hij voor tussen lichaam en geest. Alsof het lichaam en de geest in principe onafhankelijk van elkaar zouden bestaan. Zo stelde hij zich voor. Ik stel het me voor alsof er een soort klein mannetje in je hersens zou zitten die de rest van je lichaam aanstuurt. Zo worden hersens dan vaak weergegeven. Maar tegenwoordig wordt dat eigenlijk gezien als een achterhaalde theorie. Maar een theorie die nog steeds eigenlijk die ideeën over fenomenaal bewustzijn, waar dierethici zich op baseren, eigenlijk infecteren, zou je kunnen zeggen. Het idee dat bewustzijn zou plaatsvinden in de hersens en dat die hersens het lichaam aansturen, dat is een soort dualisme. Wat men in tegenwoordige theorieën over cognitie, over bewustzijn, afwijst. Want zij zeggen, bewustzijn en mentale toestanden die kunnen alleen aan een heel dier, inclusief het diermens, toegeschreven worden als heel dier. En dat is lichaam en geest. Het is niet zo dat je dat die hersens iets mysterieus hebben wat de rest van het lichaam niet zou hebben. We moeten dus ook niet naar bewustzijn zoeken in de eerste plaats in neuroanatomische veranderingen in de hersenen, zeggen zij. Eigenlijk is gedrag het meest directe bewijs voor bewustzijn en pijn. Excuus. Hiermee gaan we niet terug naar het behaviorisme overigens. Dit gaat eigenlijk meer om van hoe kun je nou zien dat een dier wel of niet iets ervaart, bewustzijn heeft of pijn lijdt. Interessant als we kijken naar pijngedrag is dat een insect zoals de fruitvlieg heel vaak gebruikt wordt als modelorganisme voor pijnonderzoek. En dat is omdat zij pijngedrag laten zien. Dus bijvoorbeeld larven die krullen en die rollen in reactie op hitte en op chemische of mechanische schadelijke stimuli. En dan is het dus volgens de huidige cognitiefilosofie eigenlijk om juist om dan te vragen van oké, we zien dat ze dit gedrag vertonen, maar ervaren zij dit wel als pijn? Het gedrag zelf is eigenlijk al de pijn, zou je kunnen zeggen. En zelfs als je ervan uitgaat, zoals men vroeger vaak ervan uitging van ja, het zijn eigenlijk alleen maar reflexresponsen op een bepaalde stimuli, zelfs dan betekent het niet dat er geen pijn ervaren wordt. Dus denk aan het knee-jerk reflex. Dus als een dokter je
op je knie, op je, dat bordje daar hamert, dan gaat je voet vanzelf omhoog. He, dat is een reflex, daar heb je verder geen controle over, maar je voelt het nog steeds. Dus het feit dat het een reflex is, wil niet zeggen dat je het niet voelt. Nou, wat eigenlijk het goede is aan die nieuwe manier om te kijken naar bewustzijn, is dat het gebaseerd is op gedrag. En dat gedrag kun je onderzoeken. En daar heb ik een leuk voorbeeld van. Dit is Lars Tschitka. Die kwam, ik denk in opdracht van Marcel misschien wel, vorig jaar. Nee, in ieder geval kwam hij in Wageningen spreken. Naar aanleiding van het boek wat hij had geschreven, The Mind of a Bee. Hij heeft het dan over hummingbees, dus hommels. Hij heeft daar allerlei onderzoek naar gedaan. En dat is eigenlijk allemaal gebaseerd op het observeren van hun gedrag. En hij kan daar van alles uit afleiden. Dus bijvoorbeeld, en dat is dit middelste plaatje hier. Hij heeft een soort bakje gemaakt met in dat blauwe bakje. Daar zit een soort sap wat hommels aantrekt. Daar doet hij een glazen plaat overheen. En hij heeft een touwtje heeft hij vastgemaakt aan dat bakje. Nou, ging hij kijken hoe lang het duurde voordat die hommels erachter waren dat ze aan dat touwtje moesten trekken om bij dat sapje te komen. Duurde niet heel lang. Ze hadden er eventjes voor nodig, maar duurde niet heel lang. En het interessante was dat als er andere hommels aan het toekijken waren, die het eigenlijk daarna meteen wisten. Dus die hoefden het niet te gaan proberen. Die wisten meteen wat ze moesten doen. En wat nog interessanter is, is dat latere generaties van hommels die dit ook helemaal niet hadden gezien, als die werden blootgesteld aan deze uitdaging, die wisten het ook meteen. Dus het is eigenlijk een soort kennis die werd doorgegeven van de ene hommel aan de andere hommel. En vervolgens, wat ook interessant is, dacht hij van, nou, wat zou er gebeuren als ik dat touwtje doorknip? Als je het touwtje doorknipt, dan merkte hij dat de hommel er overheen vloog, zag dat het touwtje was doorgeknipt en vervolgens niet ging proberen om aan dat touwtje te trekken. Dus dat is eigenlijk oorzaak-gevolgbegrip. Iets wat je normaal gesproken niet verwacht dat een insect zou kunnen hebben. We hebben het nu over hommels. De vraag is natuurlijk in hoeverre dat ook is toe te passen op de Black Soldier Fly. Maar dit is alleen maar even om te laten zien wat voor soort onderzoek je kan doen om naar dat gedrag te kijken. Hij heeft ook iets anders gedaan. Helaas kon ik daar geen plaatje van vinden. Hij had een bepaald soort robotspin gemaakt. En die hommels die kunnen gevangen worden door een bepaald soort spinnen. Daar had hij dan een robot van gemaakt. En die hommels werden daardoor gevangen en die werden weer losgelaten. Nou, de hommels die daardoor gevangen waren, die bleken later een meer pessimistische outlook, blik op het leven te hebben. Minder dingen te durven proberen bijvoorbeeld. Hij noemt het zelf posttraumatische stress. Dus hij gaat helemaal mee in die mind of the beast, zou ik maar zeggen. Maar het is in ieder geval interessant om te zien dat zij kennelijk, tenminste dat is mijn interpretatie ervan, dat zij kennelijk iets hebben ervaren wat ze onprettig vinden en dat willen vermijden in de toekomst. En dan tenslotte had hij ook bijen of hommels laten spelen met een bepaald soort kleine balletjes. En ze deden dat ook als ze er geen beloning voor kregen. Ze leken het gewoon te doen vanuit het plezier van spelen. Nu kun je natuurlijk bij alles ook je afvragen, kun je het ook op een andere manier interpreteren. Maar ik denk dat het te makkelijk is als het vroeger vaak is geïnterpreteerd als puur, het is puur instinct of het is puur een reflex. En dit is ook ik denk interessant om te kijken of je dit soort onderzoek ook bij ander soort insecten zou kunnen doen. Goed, mijn idee is dus dat we in ieder geval meer onderzoek nodig hebben naar pijn en plezier gedrag. En dat we tot nu toe misschien te veel hebben gekeken naar wat is die oude theorieën in de dierethiek. Hebben ze morele status? Veel dierethici kwamen erop uit dat ze geen morele status hadden, want niet hetzelfde soort centraal zenuwstelsel als mensen en dergelijke. Maar als je naar dat gedrag kijkt, is er eigenlijk steeds meer onderzoek wat wel erop zou kunnen wijzen, in ieder geval, ik moet voorzichtig zijn, dat ze wel iets zoals pijn en plezier kunnen ervaren. En ook dat ze bijvoorbeeld gefrustreerd kunnen worden of misschien zelfs posttraumatische stress hebben. De vraag is nu eigenlijk van waar moet de bewijslast liggen? Moet die nog steeds liggen bij diegene die zegt van waarschijnlijk ervaren ze wel pijn, dus moeten we oppassen? Of moet die bewijslast liggen bij degene die denken, we gaan ervan uit dat ze geen pijn ervaren en daarom gaan we die dieren gebruiken? Nou, bij dat soort onzekerheden wordt vaak het zogenaamde voorzorgsbeginsel gebruikt.
En dat zegt in feite, we hoeven niet te wachten op volledige wetenschappelijke consensus of zekerheid voordat we gaan ingrijpen om schade te beperken. Nou, wat zou dat hier nou kunnen betekenen? Dat is natuurlijk heel lastig, want wat is de schade waar je het over hebt? We hebben het nu de hele tijd over de milieuschade gehad, maar er is wellicht ook zoiets als de welzijnsschade voor de insecten die erbij betrokken zijn. En dan kun je dus afvragen, ja, zou het problematischer zijn om er onterecht van uit te gaan dat insecten geen gevoel ervaren en ze dan op grote schaal te gaan kweken, dan om er onterecht van uit te gaan dat ze wel gevoel hebben en ze niet te gaan kweken? En ja, dat is een vraag waar jullie nog maar eens over na moeten denken. Want ik heb hier ook niet direct het antwoord op. Want het is natuurlijk de vraag van, hè, wat is het voornaamste probleem wat je hier ervaart? Is het probleem het welzijnsprobleem voor de insecten? Of is het probleem dat we ze misschien nodig hebben voor om onze milieuproblemen op te lossen? En stel nou dat insecten pijn en plezier kunnen ervaren, dan kan je natuurlijk ook zeggen, ja, maar is kweken van die insecten dan überhaupt wel problematisch? Want je kan ze eigenlijk op een manier houden die welzijnsschade voorkomt. Bijvoorbeeld door ze in een omgeving te houden die heel erg op hun natuurlijke omgeving lijkt. Maar je kunt je dan weer afvragen, ja, wat zegt dat over de manier waarop je gaat houden? Is dat mogelijk als je ze op grote schaal houdt? Er is bijvoorbeeld al wel onderzoek wat laat zien dat als je vliegen dicht op elkaar houdt, dat ze schade aan hun vleugels krijgen. Dat is op zich niet verbazingwekkend, maar dat hen ook frustreert. Er zijn nog andere ethische vragen. Veel insecten worden gegeten in het stadium van larven. Maar volgens sommige dierethici is dat problematisch, omdat je ze dan eigenlijk in een heel vroeg stadium doodt en dan ontneem je ze de mogelijkheid op toekomstige eventuele positieve ervaringen. En anderen die zeggen, ja, het is problematisch, want we hebben hier te maken met dieren en die ben je aan het instrumentaliseren als je ze zo gaat houden. Dus ik heb het vorige gesprek ook een paar keer horen refereren naar dingen. Terwijl ik denk, ja, het zijn dieren waar we het over hebben en niet dingen. Laatste dia. Wat ook, denk ik, in die afweging van het voorzorgsbeginsel belangrijk is om mee te nemen, is dat de opkomst van de insectenindustrie zou kunnen leiden tot een explosieve groei in het aantal gehouden dieren. Dus zelfs zou het welzijn van de insecten minder zwaar wegen dan het welzijn van andere landbouwhuisdieren, dan gaat het nog steeds, omdat het over zulke grote aantallen gaat, om heel veel potentiële welzijnsschade. En als we dat dan weer gaan vergelijken met die milieuschade, dan is natuurlijk de vraag, waarmee moet je het vergelijken? Moet je insecten vergelijken met dierlijke of met plantaardige bronnen van eiwit? Als we hen vergelijken met plantaardige bronnen van eiwit, dan is het wellicht niet beter voor het milieu, in ieder geval als we ze zelf consumeren. Als we het hebben over bijvoorbeeld peulvruchten. Dus met andere woorden, ik denk dat je ook vanuit de ethiek naar een bredere context moet kijken. Dus het gebruik van insecten als veevoer zou klimaat- en milieuschade tegen moeten gaan. Maar die klimaat- en milieuschade zijn het gevolg van intensieve en industriële vormen van veehouderij. En de vraag die je dus denk ik als eerste zou moeten stellen is of de continuering van een dergelijk systeem überhaupt wenselijk is. Dank u wel. Dankjewel, Pennies. Ik kan me niet voorstellen dat je mensen niet tot denken hebt aangezet. Helemaal achterin een vraag. Mijn naam is Frits van der Zweep. Ik heb altijd geleerd dat de natuur is eten en gegeten worden. En als wij het niet doen, dan doet de hele natuur het voortdurend onderling. En daar bestaat de huidige al het natuurlijk wezen op aarde daaruit. Anderzijds is het zo dat je ook kan zeggen van nou, we gaan insecten op een wat meer diervriendelijke manier houden. Dat heeft consequenties misschien voor de prijs. Maar ik denk dat ook al bij de vorige spreker ik me afvraag of wij ons daar in ieder geval in West-Europa ons zorgen over moeten maken. Wij besteden tegenwoordig hooguit 11% van ons inkomen aan voedsel. En dat was vroeger veel en veel meer. En we zijn tegenwoordig ook nog obesitas, langzamerhand. Dus we kunnen best veel minder eten. En dan wordt het voedsel gewoon iets duurder. En dat is gewoon een gedragsaanpassing. Niet meer dan dat. Dus beide dingen zijn goed mogelijk, volgens mij.
Ja, eens. Ja, ik ben het in ieder geval met het laatste eens. Hè. Dus het is een gedragsaanpassing die, denk ik, mogelijk is. En we hoeven niet zoveel te eten. Aan de andere kant, ja, over eten en gegeten worden. En het is natuurlijk, daar zijn heel veel discussies over in mijn vakgebied, zoals u zich kunt voorstellen. Hè, argumenten zoals, ja, dieren eten elkaar in de natuur ook. Dus waarom zouden wij geen dieren mogen eten? Nou ja, ik denk, er zijn verschillende antwoorden op mogelijk. Ten eerste, de manier waarop wij dieren houden heeft heel weinig weg van hoe het in de natuur gaat. Hè, dus dan zou je eigenlijk moeten teruggaan naar de jacht, als je het op een natuurlijke wijze zou willen doen. En ja, eten en gegeten worden, dat is iets wat dieren die vaak niks anders kunnen eten doen. Maar wij hoeven dat niet per se te doen. En wij kunnen daar ook over nadenken, over wat de gevolgen van eten en gegeten worden is. En nogmaals, hè, ik wil om te voorkomen dat ik hier nu ga zeggen van we mogen allemaal geen insecten eten. En dat zeker niet van dat mogen ze in andere delen van de wereld niet. Ik denk dat het vaak in andere delen van de wereld op een hele andere manier gebeurt dan hier. Dus mijn verhaal gaat vooral over industriële voedselproductie. Dus heeft weinig te maken met natuur en eten gegeten worden. Ja, ja, maar dat zou de diervriendelijker kunnen doen. Hè? Zeker. De biologische sector die kan ook op een gegeven moment toevlucht nemen. Het zou al een hele verbetering zijn, maar ik denk, ja, ik ben toch diereticus. Er zijn allerlei ook dierethische theorieën die ons vertellen dat het eigenlijk ook problematisch is om het leven van dieren zodanig in te korten als we nu doen. Hè? Als je een varken eet, dan is die 7 maanden oud en is het eigenlijk gewoon nog een kind, een jongere, zou ik maar zeggen, als we dat even met mensen vergelijken. Dat vind ik al iets heel anders dan als je een varken zou eten als hij een stuk ouder zou zijn, heel leven heeft gehad. Dus, maar daar, ja, dat is een hele andere discussie, denk ik. Ik denk voor dit moment dat we de discussie kortsluiten. Yes. En straks hebben we nog meer gelegenheid na afloop. Dank u wel. Onze vierde en laatste spreker is Hugo van Kasteel, directeur dierlijke agroketens en dierenwelzijn van het ministerie van Landbouw. En hij zal ons iets vertellen over wat ligt er morgen op ons bord. De verduurzaming van de eiwitconsumptie. Hugo. Dank voor de uitnodiging en dank om hier te staan. En dank voor alles wat ik al gehoord heb en waar ik al van geleerd heb vandaag. En excuses. Want ik heb, de eerste spreker had een hele mooie presentatie. De tweede had ook een hele mooie presentatie. Ik vond de derde spreker ook een hele mooie presentatie hebben. Maar ik heb helemaal geen presentatie. Dus ik ga het van papier doen. En ik wil ook bij deze noemen dat Paulien van der Graaf, die hier ook aanwezig is, die op mijn directie werkt, dat voor mij heeft voorbereid. Dus we hebben dat een beetje samen gedaan. Ik neem u graag mee in ons inzet op de verduurzaming van de eiwitconsumptie. En de dilemma's die we daar ook tegenkomen. En we hebben al een heel aantal dilemma's in de presentaties van de vorige spreker gezien. En waar ik misschien als eerste aan moet refereren is de NES. En dat staat voor de Nationale Eiwitstrategie die in 2020 door het ministerie is vastgesteld en naar de Kamer gestuurd. En de richting die daarin wordt geduid is van hoe kunnen we als Nederland inzetten op een Europees systeem, een Europees kader voor eiwitproductie. Zodat we onder andere minder afhankelijk worden van eiwitimporten van buiten Europa. Is ook al iets wat naar voren kwam. En ik vertel daar ook graag bij dat in die periode ook de strategie voor de kringlooplandbouw naar voren is gekomen. Waarbij ook heel duidelijk is gemaakt van het niveau van kringlopen kan op heel verschillende, moet je eigenlijk op heel verschillende niveaus zien. Want soms zijn kringlopen op een nationaal niveau of een regionaal niveau te sluiten. Maar soms is dat niet mogelijk en moet je naar een bredere schaal van Europa kijken. En daar is ook gezegd, van soms is het zelfs mondiaal nodig om te kijken of je kringlopen sluitend kunt krijgen. Dus dat is een nuancering die daarbij hoort. In de komende 10 jaar willen we in het kader van die NES stelselmatig toewerken naar het vergroten van plantaardige eiwitten ten opzichte van dierlijke eiwitten en het gebruik daarvan. En ook kijken naar nieuwe eiwitten die behulpzaam kunnen zijn bij een nieuw evenwicht van hoe we kunnen omgaan met dierlijke productie in relatie tot onze leefomgeving. En daar hoort ook bij
En dat is niet alleen maar nostalgie. Dat Nederland van oudsher een voedselland is in hart en nieren. En dat is ook niet zo gek als we kijken naar de vruchtbare delta die Nederland is. En de infrastructuur die we in de loop der jaren hebben opgebouwd. En dan bedoel ik ook de infrastructuur van de kennisinstituten. Waar we zojuist ook van hebben kunnen genieten. Meest in het oog springend is het, als je kijkt naar die eiwitstrategie, de doelstelling om te gaan naar een verhouding van dierlijke eiwit versus plantaardige eiwit van 50% staat tot 50%. En dat is op dit moment nog niet zo, nog niet het geval. En er zijn zelfs ook al rapporten op dit moment. Want wat ik u nu vertel is het beleid. En er zijn ook rapporten die zeggen van ja, het moet nog veel meer verschuiven van 50% naar 50% naar 60-40% of misschien nog wel 70-30%. En ik heb zelfs al rapporten gezien die zeggen je zou eigenlijk toe moeten naar 80% plantaardige eiwitten en maar 20% dierlijke eiwitten. Dus daar is het laatste woord nog niet over gezegd. Maar ja, ik sta hier als ambtenaar, dienaar van de kroon, dienaar van de regering. En dat is de huidige regering. Dus voor mij is nog steeds het beleid 50%, 50%. En de rest staat in rapporten en adviezen beschreven. En daar gaat misschien nog besluitvorming over plaatsvinden. Ik ben maar heel duidelijk in hoe ik hier sta. Wat ik ook graag gezegd wil hebben is dat we in wat voor verhouding dan ook, ook dierlijke eiwitten nodig zullen hebben in onze kringloop. En dat als we vinden of als we zien dat dat nodig is, dat het dan ook maar goed is om ervoor te zorgen dat er op alle vlakken op de meest duurzame manier geproduceerd gaat worden. Denk bijvoorbeeld aan meer ruimte voor dierenwelzijn, maar natuurlijk ook het beter benutten van de reststromen die er zijn. En op die manier de keten zo circulair mogelijk te maken. En ook te kijken en te onderzoeken hoe we ervoor kunnen zorgen dat we meer dierlijke bijproducten en microbiële eiwitten kunnen toevoegen aan het diervoer. En de insectensector kan daar een mooie rol in spelen in dat circulaire voedselsysteem. Maar niet tegen elke prijs. Volksgezondheid, diergezondheid, dierenwelzijn, natuurbescherming, leefomgeving. Het zijn cruciale publieke waarden die bepalen hoe wij de insectensector beschouwen. Toetsing aan die waarden is bepaald niet eenvoudig. Want om het eenvoudig te maken, deze waarden staan soms op gespannen voet met elkaar. Immers, een dier dat langzamer groeit, meer schuilt, beter in staat is om zijn natuurlijke gedrag te laten zien, heeft ook meer voer nodig. Wat weer een negatieve invloed heeft op de carbon footprint. Om maar eens een dilemma te benoemen. En ik neem u graag wat meer mee in dit type dilemma's. En ik begin bij een vrij heel actueel thema. En dat is dierenwelzijn. Al veel voorbijgekomen, ook natuurlijk met de vorige spreker. En het is ontegenzeggelijk zo dat de publieke en politieke aandacht voor dierenwelzijn de afgelopen periode een steeds grotere rol speelt. Ik kijk alleen maar even naar mijn eigen directie. Toen ik daar begon een aantal jaar geleden, toen bestond er 10 dierenwelzijn van de directie Dierlijke Agroketens en Dierenwelzijn van het ministerie uit 10 mensen. Inmiddels werken daar meer dan 25 mensen. Het zegt iets over de toegenomen belangstelling in echt een heel beperkt aantal jaren. En ook als je kijkt naar het aantal moties dat is aangenomen of is besproken in de begrotingsbehandeling van afgelopen maand van het ministerie van LNV, dan zie je dat 20% van die moties betrekking heeft op dierenwelzijn. Of kijk naar het wetgevingsoverleg wat aanstaande maandag gaat plaatsvinden over een aanpassing van de wet dieren om dierwaardige veehouderij een betere plek en verankering te geven in de wet dieren. Aanstaande maandag, ik zou u allen aanraden om daarnaar te kijken. Aandacht in de Tweede Kamer is natuurlijk een weerspiegeling van datgene wat er in de maatschappij speelt. Mensen zijn zich steeds bewuster van de intrinsieke waarde van het dier en vinden dat dieren met respect behandeld dienen te worden. Dierwaardige veehouderij is dus ook een heel groot en terugkerend thema. En het is ook niet voor niets dat de Raad voor Dieraangelegenheden in 2021... daarover heeft geadviseerd over wat zijn nou de randvoorwaarden voor veehouderij van de toekomst. Waarin het dier, een positieve staat van welzijn kan ervaren. En dat zijn volgens de Raad
voor de dieraangelegenheden een zestal criteria die daarin leidend moeten zijn. Erkenning van de intrinsieke waarde van het dier. Goede voeding, een goede omgeving, een goede gezondheid, natuurlijk gedrag kunnen vertonen en een positieve emotionele toestand kunnen ervaren. Dat zijn mooie principes die richting geven. En het is natuurlijk de taak van het ministerie met alle betrokken stakeholders om daar vervolgens chocola van te maken. Of als het zoals het hier staat, want Paulien zou dat nooit zo opschrijven. Zoals het hier staat, het concreet maken van die principes en het omzetten in voorschriften en maatlatten. Afgelopen jaar hebben we dus ook in een convenant traject met alle stakeholders gesproken over veehouderij die aan die principes gaat voldoen. En ik kan u vertellen dat dat indringende gesprekken zijn, want dat waren gesprekken met de veehouderijsectoren die op een wereldmarkt moeten opereren om tegen zo laag mogelijke kosten kwalitatief goed voedsel te produceren. En aan de andere kant van het spectrum natuurlijk de NGO's, met die we gesprekken voeren over wat is nou de goede vertaling van die principes die de RDA aan ons geadviseerd heeft. U kunt zich voorstellen hoe dat soort gesprekken gaat en hoeveel tijd dat vergt om met elkaar in dat gesprek te zijn. En dat het ook heel waardevol is om dat gesprek alleen al te voeren. En soms doen we dat te weinig, maar afgelopen jaar kan ik u vertellen hebben we dat niet te weinig gedaan. Dat hebben we veel gedaan. Het heeft er niet toe geleid overigens dat er een convenant ligt. En dat heeft dan weer te maken, het is toch ook iets politieks, dat er een demissionair kabinet is. En dat een van de elementen is dat als je hier serieuze stappen op wil zetten, dat het misschien ook nodig is om de sector daarin te faciliteren. En dat kost ook veel geld. En in demissionaire periode worden dat soort besluiten niet genomen. Toch is er aanstaande maandag dat gesprek over dierwaardige veehouderij in de Tweede Kamer. En we gaan allemaal zien waar dat toe leidt, zeg ik dan maar in een soort van eufemisme. Dan even toe naar de insectensector. Want ook bij de insectenteelt is omgang met dieren en dierenwelzijn cruciaal. En daar is net heel veel over gezegd. Dus ik zal het hier iets korter proberen te doen. En ook mijn conclusie is dat er nog veel vragen zijn waarop geen sluitend antwoord is. En hoewel er natuurlijk steeds meer indicaties zijn dat insecten ook een bewustzijn hebben en pijn kunnen ervaren, is nog niet alles bekend. En ook daarover heeft de RDA geadviseerd. En dat ging inderdaad in de richting dat wij moeten erkennen dat er een intrinsieke waarde van insecten is. En alle andere diersoorten. En dat daarbij hoort het soort zogenaamde voorzorgprincipe. Ik kwam net al even langs. Dat zolang niet vaststaat hoe dat precies zit bij insecten, zoveel mogelijk ze zullen behandelen als voelende wezens en dus ook het welzijn moeten optimaliseren en lijden zoveel mogelijk moeten voorkomen. En dan is inderdaad de vraag, hoe operationaliseer je dat dan? Want dat is een grote roep om onderzoek, om te kijken van hoe werkt dat dan precies bij insecten? Nou, daar zijn onderzoeken van en dat gaat bijvoorbeeld over honger en dorst en hoe voorkom je insecten daarmee te maken hebben. En laten we dan ook maar afspreken dat als insecten worden gehouden, dat het niet zo kan zijn dat die in de laatste periode op een vaste dieet worden gezet. 2 dagen of een dag voorafgaand aan de slacht. Dat doe je dan dus niet. Zo zijn er een aantal voorbeelden waarmee toch gekeken is van hoe we ongemak, lijden of dierenwelzijn in beeld kunnen brengen en daar alvast rekening mee kunnen houden. Ook al herkennen we nog niet het hele verhaal en alle elementen daarvan. En het dierenwelzijn van de insecten is één kant van het verhaal, maar het gaat inderdaad ook over, en dat kwam ook al langs, wat dat betreft ben ik veel aan het herhalen, maar dat zegt misschien ook iets dat het ook eens een zekere mate van consistentie heeft deze avond. Dat ook andere dieren weer een positief dierenwelzijnseffect kunnen ervaren als zij insecten kunnen eten. En dat hebben we in ieder geval bij kippen en bij varkens gezien. Volksgezondheid. Dat is een ander thema waar nog meer informatie nodig is over de gezondheid van insecten, maar ook het effect van insecten op de humane gezondheid. En bekend is inderdaad, ook dat kwam al voorbij, dat mensen die allergisch zijn voor schaal- en schelpdieren vaak ook allergisch zijn voor de consumptie van insecten. Dus dat zijn aspecten om rekening mee te houden. En dat is ook waarom daar onderzoek naar lopende is, onder andere van WBVR, WUR en RIVM. Voedselveiligheid, een ander aspect wat ook verder onderzoek vergt. Er is meer onderzoek nodig, er wordt meer onderzoek gedaan naar het voeden van insecten met substraten
besmet met pathogenen, waaronder salmonella, varkenspest en AI, aviaire influenza, vogelgriep. En ook naar mycotoxine, want het blijkt dat insecten daar op een goede manier mee om zouden kunnen gaan. En als dat het geval is, dan kunnen dat soort reststromen die daarmee besmet zijn, toch ingezet worden waar dat nu niet het geval is. En zo zie je maar dat insecten, ja, je zou het klein kunnen noemen, maar een hele specifieke, hele interessante rol zouden kunnen spelen in dat hele grote systeem van dat voedselsysteem. En daar moeten we denk ik naar op zoek. Ik kom bij het maatschappelijk draagvlak. Dat is natuurlijk een mooi woord voor dat mensen dit niet willen eten. Want ondanks alle gunstige effecten die je zou kunnen ervaren, is natuurlijk toch het gebruik van insecten voor humane consumptie niet erg voor de hand liggend voor een heleboel mensen. En dat komt ook door een cultuureffect dat we er niet mee zijn opgegroeid, en terwijl dat in andere landen misschien wel zo is. En een deel van de consumenten staat daar ook heel afwijzend tegenover. En dat hebben we laatst in de Volkskrant kunnen lezen. En ik vond het eigenlijk ook wel illustratief dat de uitzending waar we natuurlijk allemaal naar kijken van het Jeugdjournaal, over het bezoek van de koning bij Distri Bugs. En bij dat bezoek heeft de koning heel dapper een hap van een burger genomen. Nee, dat is niet heel dapper. Dat is gewoon heel goed dat je dat deed, want dat is heel smakelijk. En dat was dus een heel leuk item. Maar de eerste reactie bij de geïnterviewde kinderen was van: gadverdamme, dat eet je toch niet? Dus hier zie je dat er nog best een hele weg is af te leggen. En het is uiteindelijk aan de consumenten, kan niet anders zeggen dan om een goede keuze, een bewuste keuze te maken. Maar dan is goede informatie belangrijk. En ik denk dat daar ook een belangrijke rol van de overheid ligt om al het onderzoek te faciliteren dat nodig is. Nou, misschien niet al het onderzoek. Het bedrijfsleven doet ook veel onderzoek. Maar onderzoek te faciliteren op in ieder geval die publieke waarde waar onderzoek niet vanzelf tot stand komt. Om met dat onderzoek informatie naar boven te halen over wat insectenteelt eigenlijk is, vermag, en wat ook de risico's zijn en hoe je die kunt mitigeren. En ook het dierenwelzijnsaspect goed in beeld te brengen daarvan en hoe je daarmee om zou kunnen gaan. En vervolgens die informatie ook beschikbaar te stellen, bijvoorbeeld via het voedingscentrum. En dat is een belangrijke rol die de overheid kan spelen. Dus als ik dat even samenvat van wat de overheid daarin zou kunnen doen, dan is het stimuleren van het gebruik van reststromen die wettelijk gezien al mogelijk zijn. Het financieren van onderzoek dat benodigd is om kennisleemtes te vullen. En daar waar er wettelijke knelpunten zijn die weggenomen kunnen worden, dat ook doen. Het vertegenwoordigen van Nederland in alle gremia die daarvoor nodig zijn. Veel is Europees vastgelegd. En het faciliteren van een platform met alle stakeholders die hiermee te maken hebben, om daar het gesprek mee te voeren, om die knelpunten op te zoeken, met elkaar te bespreken en vervolgstappen te zetten. Daar zijn we de afgelopen 4 jaar druk mee bezig geweest. En dat heeft ook geleid tot een sectoragenda, waarin we eigenlijk al deze aspecten een plek hebben gegeven en daar hard aan gewerkt hebben om daar antwoorden op te vinden. Maar die agenda loopt dit jaar af. Dus wij zijn aan het kijken of we dat kunnen verlengen met een nieuwe agenda, met een hernieuwde aanpak. En als het aan mij ligt, gaan we daarmee door. En zal dat ook mijn advies zijn aan de nieuwe minister, als die formatie een keertje gaat opschieten. Ja, ik werd geïntroduceerd met de vraag: wat ligt er morgen op uw bord? Ja, als ik het even persoonlijk maak, ik denk niet dat er morgen een insectenburger op mijn bord ligt. En dat zegt misschien iets over dat nog niet heel erg ingeburgerd is, want ik heb wel met dit onderwerp te maken. En toch ligt hij er niet, omdat ik eigenlijk niet goed weet waar ik hem zou moeten kopen. Dus dat zegt misschien iets over waar we staan met deze sector. En als ik hem dan maar iets veralgemeniseer, denk ik dat we op zoek moeten en kunnen kijken en ook aanleiding hebben om te kijken waar insecten een rol kunnen spelen in dat voedselsysteem, gegeven al die publieke waarden waar je dan naar te kijken hebt. En het gegeven dat die publieke waarden soms tegen elkaar inwerken en dat dan uiteindelijk de politiek, en dat is de minister, een keuze moet maken. Dank u wel. Dankjewel, Hugo, voor je presentatie. En wat betreft die insectenburger, je hoeft niet tot morgen te wachten. Straks bij de receptie is er al wat te eten. Dat had ik dan moeten doen natuurlijk. Ja, zeker.
Ruimte voor vragen, een paar vragen voor Hugo voordat we naar een algemene discussie gaan. Ja, goedenavond, daar ben ik weer. Ik had een vraag. Er zijn best wel wat reststromen, naar mij weten, die naar biogasinstallaties gaan, bijvoorbeeld. Mocht daar een soort van concurrentie komen tussen de voedingsstroom die naar insectenmarkt gaat en naar biogasinstallaties. Insecten daarin is denk ik meer een soort van upcycling wat je daarin hebt. Wat is een beetje het standpunt van de regering daarin? Welke eindbestemming dat dan de voorkeur heeft, zeg maar? Biogas of insecten, zeg maar. Ja, hele terechte vraag. En volgens mij is hier zelfs nog een issue van hoe krijgen we die biogasinstallaties überhaupt vergund op dit moment. Hè? Waren we maar zover dat we mestvergisters, biogasvergisters, dat we dat soort installaties op veel grotere schaal zouden hebben om veel betere dingen te doen met mest dan dat we nu doen. Dus dat zeg ik even als stapje vooraf. Ik denk dat het uiteindelijk nodig gaat zijn om in dat hele voedselsysteem te kijken van met welk type voedsel, met welk type reststroom kun je de meeste waarde creëren. En dan bedoel ik niet waarde alleen maar in euro's, maar ook waarde in publieke waarde. En dan zie je denk ik dat alles wat je aan mensen kunt voeren, zeg je dat zo? Nee, ik geloof niet. Maar als je mensen te eten kunt geven, dat staat hoog in de pikorde. En alles wat je uiteindelijk verbrandt in een oven, staat erg laag. En daartussen zitten allemaal stappen. En die hebben we denk ik theoretisch best in beeld. Maar de praktijk is nog weerbarstig. Peter Visser is mijn naam. Het viel me op in het instrumentarium wat je noemde voor de overheid. Het prijsinstrument ontbrak. Want dat kan een overheid natuurlijk ook mee reguleren. En prijs is een taal die iedereen spreekt. Hè? Daar hoef je niet voor te kunnen studeren of doorleren of wat dan ook. Dat is een heel simpel mechanisme om toe te passen. Niet populair, maar wel makkelijk toe te passen. Ik ben blij dat u het zelf zegt. Niet populair. Wat zal ik daar even zeggen? Nou, laat ik het zo zeggen. Ik ben van redelijk dichtbij betrokken geweest bij het landbouwakkoord. Of ook wel gezegd het niet-landbouwakkoord. Want het kwam er niet. Dus het is op zich natuurlijk fijn om als ambtenaar en bij een landbouwakkoord betrokken te zijn geweest dat er niet kwam, en bij een convenant die waardig te zijn betrokken geweest waarbij er niet kwam. Dus dat ik hier überhaupt nog sta is een wonder. Dat gezegd hebbend, is in dat landbouwakkoord expliciet aan de orde geweest, zou het niet eens tijd zijn om toe te gaan werken naar een consumentenheffing? Waarbij ook eens nagedacht over, zou dat een heffing kunnen zijn van het type dat er een terugsluis mogelijk is naar het producerende deel van de keten, zodat duurzame productie via een heffing ook goed beloond zou kunnen worden. Ik denk dat het heel goed was dat voor het eerst zo expliciet aan de orde is geweest in het kader van dat landbouwakkoord dat er dus niet gekomen is. Maar het is denk ik wel echt een belangrijke schakel in het geheel. En het is ook een heel erg politiek issue. Dus u vraagt nu aan een ambtenaar en ik kan dit erover zeggen, maar dat stop ik nu. Prachtig bruggetje. Vanochtend werd ik wakker met protesterende boeren die in Brussel de boel aan het verbouwen waren. In negatieve zin. Als we niks doen, je zegt ik ben betrokken geweest bij wat er niet komt en een landbouwakkoord dat er niet komt. Dingen niet doen, betekent vooruitschuiven. Dat past ook in het politieke, wat mij betreft, het politieke landschap van de afgelopen 10 jaar. Maar als je niks blijft doen, op een dag komt de muur op je af. Of zie ik dat totaal verkeerd? Nou, laat ik het zo zeggen. Dit was natuurlijk de reden om te kijken. Laat ik het zo zeggen. De protesten van de vorige keer hebben uiteindelijk toegeleid dat er Remkes is gevraagd om nou eens een rapport te maken over hoe moet het nou verder in het land en in de landbouw. En daar is het voorstel uitgekomen van ja, je moet echt een landbouwakkoord gaan sluiten. Juist om dit voor te zijn.
Want uiteindelijk, de meeste boeren snakken ook naar een oplossing die duurzaam is en die verder gaat dan 2 of 3 of 4 of 5 jaar, maar als richting hebben, zeg even, 2040. En dan, is er heel veel bereidheid om ook heel stevige dingen af te spreken, als je maar dat perspectief hebt naar een langjarige, dat langjarig vast kan blijven staan. Dat is het hele idee geweest achter het landbouwakkoord. Als het aan mij had gelegen, was het er gekomen. En dan hadden we echt niet alle problemen opgelost, maar dan hadden we wel een koers gehad waar uiteindelijk ook de boeren beter mee af zouden zijn geweest. Als je het aan mij vraagt. En dus nu ligt nog de vraag volop op tafel. Hoe gaan we, gegeven het feit dat de uitdagingen er nog steeds zijn, daar een vervolg aan geven? En dat is ook een heel erg politieke vraag. Ik denk dat dit... Onbevredigend of niet? Maar ze zitten ook muurvast. Dus waar moeten we onze hoop vestigen? Dat is een vraag voor jezelf, stel ik voor. Ik denk dat het een mooi moment is om deze discussie af te sluiten. En te vragen of alle sprekers naar voren willen komen voor een plenaire discussie, waarin we nog een kwartier hebben om nog de laatste vragen die u aan deze sprekers aan plein publiek wil stellen, te stellen. En u kunt ook vragen of ze met elkaar misschien bepaalde problemen nog oplossen als u denkt van, hey, ze spreken elkaar tegen. Zijn er algemene vragen voor één van deze sprekers? Achterin en daarna u. Kunt u zeggen aan wie u de vraag stelt? Ja, aan Bernice Bovenkerk. Ik ben er altijd een voorstander van om onderzoek te doen. En liefst onderzoek wat interessant is. Hè, zoals dat onderzoek van... die meneer die over de mind of the bee, hè, dat is geweldig interessant, dat je ziet wat hommels allemaal kunnen doen. En in hoeverre ze ook geestelijke vermogens kennelijk hebben. Maar ik denk dat dat onderzoek niet strikt genomen praktisch nodig is om vast te stellen of insecten en andere ongewervelde pijn kunnen lijden. Want ik denk als een dier vlucht, dan heeft het angst. Dat komt uit een emotie, dat kan niet anders. Hè, dus een dier, als je een achter een mug aan zit of een vlieg, dan is dat beest is bang. En ja, dat is eigenlijk voldoende om te weten dat dieren dus kunnen lijden, lijkt mij. Nou, dit komt inderdaad ook voort uit mijn eigen verhaal. Hè? Is het niet aan? Ja. Het komt ook eigenlijk voort uit mijn eigen verhaal, waarin ik heb betoogd, je moet juist naar het gedrag kijken. En er is, als we goed kijken, heel veel te zien aan het gedrag. Dus inderdaad, vluchtgedrag kan denk ik zeker gezien worden als angst. Dat wordt gezien ook als een hele primaire emotie. En dan is altijd de vraag gesteld van, ja, maar is dat nou echt iets waar dieren ook aan lijden? Ik denk, ja, dat is iets waar wij zelf wel aan lijden als we angstig zijn. Dus ik zie ook niet een duidelijke reden waarom dieren er niet aan zouden lijden. Maar de vraag was, ja, waar is dat onderzoek dan voor nodig? Ik denk ten eerste is het onderzoek nodig niet alleen voor mensen zoals u en ik die er al in geloven dat dieren of insecten pijn kunnen ervaren, maar ook voor mensen die daar heel sceptisch over zijn. En ik denk dat onderzoek van Lars Tjitka over die hommels, dat veel mensen daar een soort van aha-moment bij hebben. Van god, dit had ik nooit verwacht, dat allemaal, hè, wat gaat er eigenlijk om in die, ja, ik wijs nu naar mijn hersens, maar ik heb natuurlijk betoogd dat ik dat niet moet doen. En wat gaat er om in zo'n heel dier, in zo'n bij? Ten tweede denk ik dat er zeker onderzoek nodig is naar hoe zou je, als je dan dieren gaat houden, in dit geval insecten, hoe zou je ze dan op een manier kunnen houden dat je zo min mogelijk hun welzijn schaadt? Dat is zeker onderzoek wat gedaan moet worden. We gaan er in de dierethiek vaak vanuit van, nou, misschien is het ideaal wel dat we die dieren niet houden, maar we hebben te maken met een niet-ideale context. En dus zullen die dieren waarschijnlijk gehouden gaan worden. Dan moeten we ook gaan nadenken over hoe kunnen we dat op een manier doen die zo min mogelijk schade aanricht. En ik denk dat dat nog niet zo makkelijk alleen maar aan dat gedrag af is te lezen. Daar moet je toch wel meer onderzoek naar doen. Dankjewel, Bernice. Dank u wel. Ik ben Rens Koele, collega uit Wageningen.
Ik had één vraag waarbij ik een paar dingen wil verbinden eigenlijk. Want ik heb nu geleerd dat de grootste kansen liggen bij diervoeding, dus waarschijnlijk. Tegelijkertijd betekent dat misschien dat het systeem in stand wordt gehouden. En dan is mijn vraag aan Hanna eigenlijk. Wat denk jij dat dit voor het systeem gaat betekenen? Hoe zie jij die rol eigenlijk ervoor weggelegd? Dank. We zijn wel bezig om insecten in het model te integreren. We hebben dat wel eerder meer op... je kan milieu-impact uitrekenen op ketenniveau. En wat ik nu heb laten zien is een berekening op voedselsysteemniveau. Op ketenniveau hebben we dat wel gedaan, maar nog niet op voedselsysteemniveau. Wat we wel zien is dat als we dieren voeren met producten die... Bijvoorbeeld, stel we hebben een insect... En dat insect gaan we weer voeren aan een varken of een kip. En dat insect krijgt precies hetzelfde voer als een varken of een kip normaal ook zou eten. Dan verlies je in milieuefficiëntie. Dus dat is niet efficiënt. Maar als je bepaalde producten ziet die normaal verloren zouden gaan, dan kan je qua milieuefficiëntie een winst behalen. Hoe dat dan weer uitpakt op voedselsysteemniveau, wat kan je het beste doen met welke restproducten? Dat is dan weer een vraag die we nog moeten beantwoorden. Wat dat betreft hoor ik eigenlijk telkens weer terug... Je naam eerst? Ja, sorry. Isolde van Neeuwen, eiwitmagazine. Wat dat betreft vraag ik me... toch wel telkens af, qua opschaling is er een issue. Je hebt eigenlijk nu een aantal bedrijven die een reststroom hebben kunnen vinden waarop ze een bepaalde productie kunnen behalen. Maar vervolgens, om dat dus echt impact te laten hebben in een groter systeem, het Nederlands voedselsysteem of wat dan ook, hoe groot moet het dan worden? En is er een reststroom die consistent genoeg is om te weten van oké, dan krijg ik zo'n Black Soldier Fly met deze... Hè, you are what you eat, hè, dat is dan die Black Soldier Fly heeft watgene wat hij eet. Wanneer heb je volume genoeg om echt een impact te maken met insectenproductie, duurzaam? Dat het echt een deel van de diervoeder in Nederland daadwerkelijk kan vervangen, kwalitatief? Dat is een vraag aan... In de algemene zin eigenlijk. Wie kan daar antwoord op geven? Daar vraag ik me wel een beetje af. Misschien Arnold? Ja, wat de bedrijven zelf, laten we zeggen, als reststromen gebruiken, dat is een soort geheim. Dat kom je niet te weten. Dus ik heb geen idee waar ze hun reststromen vandaan halen. Maar het is ook niet één reststroom. Het is waarschijnlijk een mengsel van reststromen waarop het insect het redelijk goed kan doen. Ik heb wel eens gehoord in de visteelt ook, die zeggen ja, we hebben niet een 1000 kilo nodig, we hebben miljoenen kilo's nodig. Dus dat is inderdaad een probleem om voldoende te kunnen produceren. Dus die reststromen, ik heb het ook in mijn presentatie vermeld, het is de grootste uitdaging denk ik om reststromen te vinden die in grote mate aanwezig zijn en die inderdaad niet duur zijn. Ja, mest is er natuurlijk één van, dus dat zou een hele goede zijn. Hanna wil aansluiten. Ja, wat we wel nu zien is dat we, als we naar het aantal dieren, en dan heb ik dus geen insecten, maar huidige veestapel kijken, dan hebben we niet genoeg reststromen om die dieren te kunnen voeren met het aantal dieren wat we vandaag de dag hebben te kunnen voeren met alleen reststromen. Dus we blijven dan producten nodig hebben die wij ook zouden kunnen eten. Dus als we compleet circulair willen worden, dan betekent dat ook automatisch een reductie in het aantal dieren. Nou ja, en als er dan nog weer andere dieren bij komen, maar ja, dat is natuurlijk de grote vraag waar we het eerder ook over hadden. Is het een vervanging of is het een add-on? Nou ja, als het meer wordt, wordt het complexer en wordt die competitie weer groter. Het probleem is toch al complex natuurlijk waar we over praten. En het heeft zowel psychologische als landbouwkundige als ecologische componenten. Misschien één element daarin is, als je die reststromen wil gebruiken voor insecten, dan heeft dat een voordeel dat als dat een belangrijk element uit het systeem wordt, dan mogen er geen insecticiden in zitten.
En dat betekent dus dat de productie van de, waar de reststroom vandaan komt, als daar insecticideresten in zitten, en daar is onderzoek naar gedaan, daar kunnen die insecten niet tegen. Ja, logisch niet. Dus dan moet je ook die andere productie verduurzamen. Dus dat zou een positief bijkomend voordeel kunnen zijn. Ik zie daar een vinger als reactie ook, volgens mij. Ja, dank u wel. Ja, misschien toch om daar even op voor te borduren. Ik hoor dat we 30% voedselverspilling hebben. Hè? Dat is gesteld. Hè? Veel van die voedselverspilling die komt uit restaurants, uit humane consumptiebronnen, maar ook uit winkels, retailers. Hè? En we weten dat als die reststromen gemengd zijn, dan is dat problematisch wanneer je daarmee insecten gaat voeden. Hè? Dus het scheiden van die meststromen, van die reststroom moet ik zeggen, dat is een issue. Hè? Hoe kijkt u daarnaar, meneer Van Kasteel, op het gebied van wetgeving? Als daar zulke hoogwaardige reststromen zijn die nu niet in de voedselketen kunnen worden bewaard, omdat ze simpelweg niet gescheiden zijn, ziet u daar mogelijkheden? Ja, ik denk dat u doelt op Europese regelgeving die dat soms ook nu nog niet mogelijk maakt, hè? Om reststromen aan insecten te geven en daar weer allerlei dingen mee te doen. Dus daar zit volgens mij een blokkade in. En volgens mij is dan relevant dat daar onderzoek naar plaatsvindt van wat zijn nu hier precies de werkelijke risico's op allerlei residuen die zich kunnen ophopen in insecten. En wat betekent dat dan vervolgens voor of je die Europese regelgeving aangepast kan krijgen daarin? Dus dat betekent ook weer, het is een beetje flauw om te zeggen, maar onderzoek naar scherp krijgen waar het dan precies in zit en wat dan de eisen en de voorwaarden zijn om in een geborgde systematiek ervoor te zorgen dat die stromen die dan zich gaan verplaatsen ook werkelijk geborgd gescheiden kunnen raken. En vaak zit de problematiek in de borging en de handhaving. Want dat is heel lastig. Of kost heel veel geld. Dus dan is het de vraag op een gegeven moment of het dan nog economisch rendabel is. Dus dat is denk ik wel het gesprek wat zich hier speelt of nog gevoerd moet worden of nog lopende is eigenlijk. En dat heeft dan denk ik ook weer met uiteindelijk ook wat kan ermee verdiend worden. Dus de productievolumes en waar je het inzet, dat is een beetje de vorige vraag. Wanneer is het interessant genoeg om dat soort stappen ook weer echt door te zetten? Oké, dankjewel. Er is een vraag hier. Even wachten op de... Wel weer een ander onderwerp. Ja, ik denk dat het oké is. Peter Visser dus. Als iemand die 30 jaar geleden met heel veel genoegen in Zambia wonend insecten heeft gegeten daar, wil ik toch nog een beetje een pleidooi houden om niet te snel neer te leggen van mensen zullen er niet te snel aan willen. Als je allergisch voor bent, dat is natuurlijk helder. En als het voorlopig een niche-markt blijft, dan is dat maar zo. Maar ik probeer me toch even voor te stellen, als ik mijn opa nog zou kunnen spreken en zou uitleggen dat we beschibbelde kazen eten, dat we hier paddenstoelen eten. Nou, die man had werkelijk dat ook niet geloofd. Dat is natuurlijk toch logisch. Je moet er ook niet te snel bij neerleggen misschien. Vooral niet, omdat zelfs al weet je het en je eet het door de sla, de maden die gebakken zijn. En het zijn heerlijke spekjes. Ja, de smaak, moet ik alleen maar zeggen, is werkelijk geweldig. Dus dat kan groeien. Daar wil ik toch nog wel een pleidooi voor houden. Anders zou ik je wel erg teleurgesteld vandaan gaan. Als het alleen maar veevoer en vis voor. Ja, volgens mij is dat een applaus. Zo van laten we eraan beginnen. Ik zie geen vingers meer omhoog. Een laatste vraag zie ik. Nog één. Robert Sauerwijn is mijn naam. Als geïnteresseerde leek zit ik hier en straks kom ik thuis en dan zal mijn vrouw vragen, wordt dat nog wat met de insecten? En gaan zij straks een deel uitmaken van ons systeem? En ik heb veel geleerd natuurlijk vandaag. We zitten hier ook bij de Koninklijke Academie van Wetenschappen, dus daar zijn heel veel vragen. Dat is natuurlijk evident aan de wetenschappelijke benadering.
Twee dingen voel ik eigenlijk. Eén is, heb ik niet zo'n gevoel over gekregen. Hoe groot is de urgentie dat wij met deze insectenbenadering nu een wezenlijk deel gaan bijdragen aan deze voedselproblematiek? Wat ik gehoord heb is een beetje, wij gaan dieren voeren vooral ermee. Dat is de korte termijn realiteit, zal ik maar zeggen. Hoeveel geld gaat er nou om een concrete vraag te geven, vanuit de overheid in het stimuleren van deze tak van sport om een evidente bijdrage te maken voor het oplossen van een probleem? Want de investeringen moeten gedaan worden, dat snap ik. Maar met urgentie komen ook investeringen. Ik denk dat de investeringen vooral privaat gebeuren, maar misschien dat Hugo daar een genuanceerder beeld over kan schetsen. Ja, het is denk ik niet voor de overheid. Wij hebben niet als doel, er zal een insectensector zijn. Of er zal een insectensector zijn van tenminste die en die grootte. Ik denk dat wij zien dat het een sector, een kleine, nog kleine sector is die groeiende is en waar veel belangstelling voor is en waar ook, en dat heb ik, hoop ik, kunnen overbrengen, wel een heel aantal vragen zijn die te maken hebben met publieke waarden waar de overheid voor te staan heeft. En dat is niet een publieke waarde, er zal een bepaalde sector van een bepaald soort zijn. Maar het zijn wel publieke waarden in de zin van, als er dit soort economische activiteit is, waar heeft die dan aan te voldoen? En omdat wij ook zien dat het een belangrijke rol kan spelen in een, misschien niet een belangrijke rol, nou misschien wel een belangrijke, maar kleine rol kan spelen in een totaal voedselsysteem, vinden we het ook belangrijk om dat ook daar onderzoek naar plaats kan vinden. En dat is wat we dan faciliteren. U moet mij nu niet gaan vragen hoeveel euro's daar dan precies naartoe gaan, want dat heb ik zo niet paraat. Maar het is altijd gestoeld op van welke publieke waarden spelen er hier nou eigenlijk een rol. Want daar is op een gegeven moment ook overheidsbemoeienis wel of niet op zijn plek. Oh ja, want, ja, zeker. Arnold, de overheid een sterk regulerende functie kan hebben en ook stimulerend natuurlijk is zonder de markt te willen overnemen. Dat is de discussie in de maatschappij op dit moment. Hebben we het niet te veel aan de markt bepaalde dingen overgelaten en moet er niet regievoering zijn ook vanuit de publieke sector natuurlijk voor een deel. Maar ik moet wel zeggen dat ik ooit 1 miljoen gekregen heb van het ministerie om eiwitten uit insecten te halen. Dus het ministerie heeft wel die stimuleert dat wel op een of andere manier. Maar wat ik wel ook belangrijk vind is dat er zijn een hoop boeren die moeten ophouden of die moeten omschakelen. En ik vraag me af of het ministerie geen geld zou kunnen vrijmaken. Er is 30 miljard geloof ik vrijgemaakt voor boeren om ermee op te houden. Maar misschien ook gedeeltelijk om te schakelen op andere systemen. En dit, ja, insecten zou er één van kunnen zijn. Hanna wil ook nog wat toevoegen aan deze discussie. Ja, ik wou nog even terugkomen op het eerste stukje, de urgentie. En als ik daarnaar kijk, dan denk ik dat de urgentie groot is. En de complexiteit is ook groot. En juist daarom is het heel belangrijk dat we naar oplossingen kijken en naar een diversiteit aan oplossingen. Ik geloof er niet in dat er één oplossing is die alle problemen zal verhelpen. Dus juist daarom is het belangrijk om naar al die oplossingen te kijken die we vandaag de dag hebben en uit te zoeken, kan dit ons helpen in de problemen die we voor ons zien? En die zijn er. Dus ik denk dat dat heel erg belangrijk is. En ik zie dat insecten onder bepaalde voorwaarden een belangrijke rol dan kunnen spelen als één van de oplossingen waar we ons op moeten richten, naar mijn mening. En in die context denk ik dat als je thuis komt en je vrouw vraagt van, gaan we dat doen, dat je zou kunnen zeggen, als wij het willen, kunnen we morgen beginnen, want zover zijn we. En de vraag is alleen of u en uw vrouw dat willen. En dat geldt voor ons allemaal. Maar er is geschetst dat er een heel aantal oplossingen zijn. En we kunnen allemaal aan de slag met oplossingen. En er zijn misschien mensen die zeggen, ik blijf doorgaan met wat ik altijd gegeten heb. Er zijn mensen die zeggen, ik ga andere dingen proberen. En ik denk dat die combinatie en dat je dan ook in de diversiteit zit waar net over gesproken is, want daar ligt ook een oplossing. Er is niet één oplossing. Maar als je vrouw morgenochtend zegt van, we gaan het doen, dan kan het ook. Als ze weet waar je tampon. Dat kan ik u straks bij de borrel uitleggen. Ik wil op dit moment alle sprekers heel hartelijk bedanken. Enerzijds voor hun interessante bijdrage. Fantastisch aan de tijd gehouden. U voor de vragen.
En ik denk ook dat we een diversiteit aan vragen gehad hebben. En dat laat ook zien dat er niet één vraag is, dat er één oplossing is. Maar er zitten heel veel kanten aan deze discussie. En we hebben er vandaag een paar aan bod gehad. We hadden rustig nog 8 andere sprekers met heel andere onderwerpen die er ook mee te maken hebben kunnen hebben. Maar ik denk dat het belangrijk is dat we dit soort discussies voeren over waar gaan we naartoe met het voedsel in de toekomst. U bent uitgenodigd om nog wat langer daarover door te praten met elkaar of met sprekers. Dat kan in de foyer. Maar voordat we sluiten wil ik ook de KNW heel hartelijk bedanken voor de gastvrijheid om hier vandaag te mogen zijn met z'n allen.